Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Inside. Mijn naam is Nordin Goudani en voordat we beginnen, hard nieuws vandaag, want de Marokkaanse selectie is bekendgemaakt. Maar voordat we daaraan beginnen, de duimpjes jongens. Klik er alvast op. 1 duimpje, 2 duimpjes. Reageren hieronder. Dat mag nu al, maar ik zou het doen als je de video hebt gezien. Lijkt me verstandig. Mensen die nog steeds liken voordat ze überhaupt iets hebben gezien, is een no-go. Dikke kruis. Jongens, bedankt voor de abonnees. Dat gaat echt goed. Dat gaat nu richting de 530, 540. Laten we zeggen binnen een week 600. En we gaan naar die 750. Dat is het doel. En vandaar dat gaan we naar de 1000, stap voor stap. Jongens, Wahid, onze bondscoach, Marokkaanse bondscoach, heeft vandaag de selectie bekendgemaakt. Geen Idrissi, maar die is geblesseerd. Ziyech zit er wel bij. En hij zei ook, ik samen met Ziyech bepalen of hij speelt of niet. En niet de artsen van Chelsea. Daar ben ik het helemaal mee eens. Waar gaan we er meer over hebben? PSV speelde vandaag. Met de Hataren of zonder? Dat zien we zo. En de Champions League. De loting. Ajax. Liverpool. Atalanta. En Midtjylland. De oude ploeg van Rafael van der Vaart. Jongens, ik ga dit niet alleen doen zoals jullie weten. Mijn gasten, topgasten. Karim, Rashid en Fawaz. Salam alaikum heren, goedenavond. Salam alaikum. Salam. Jongens, vandaag de selectie bekendgemaakt van het Marokkaanse elftal. Laten we even in beeld kijken wie er allemaal geselecteerd is. We zien Bono en Munir in de goal. De verdedigers Dirar, Mendil, Shebek, Mazraoui, Shakla, Mamai, Saïs, Aguer, Fadal, middenveld Sadiki, Boujelab, Ziyech, Berkok, Amrabat, Sofyanan, Tanana, Alkadori, Amallah. En voorin... een verrassende naam, Hakimi, Enesiri, Rassala, Munir de Spanjaard, Labiat, Al Arabi en Ben Sharki. Vooral als ik begin bij jou, wat is voor jou de grootste verrassing van de speler die in de selectie zit? Ja, toch wel Munir. Ja, de Spanjaard. Ja, de Spanjaard. Ik dacht niet dat het zo snel ging gebeuren. Maar ja, toch wel leuk dat hij weer erbij zit. En niet weer erbij zit, voor de eerste keer... Ja. En ja, een aantal nieuwe namen natuurlijk in de Marokkaanse selectie. Zoals, ik denk een wereldpremier als het gaat om na de regel de eerste speler die van land wisselt. Ja, klopt. De eerste, ja. Meteen geselecteerd. Niet gewacht. Meteen opgenomen in de selectie. En ik zag hem net toevallig spelen tegen Levante. Hij deed best wel goed. Hij begon in de basis, gescoord. Jammer dat de doelpunt werd afgekeurd door VAR. Maar leuk spelen voor het Marokkaanse elftal. En ja, nog een aantal nieuwe namen in het Marokkaanse selectie. Rashid, deze bondscoach zit voorlopig Hakimi als aanvaller. Wij kennen hem natuurlijk allemaal als rechtsback, opkomende rechtsback. Wat vind je ervan? Ja, het is gewoon een kleine detail. Ik denk dat hij niet... ik denk dat het gewoon een foutje is. Maar in feite is hij of een middenvelder of een verdediger. Misschien gaat hij hem... gaat hij proberen op te stellen als middenveld. Dat zou best wel kunnen. Als je kijkt naar de verdedigers die hij heeft... Ik hoor je heel slecht. Hallo? Ja? Ja? Hoor je mij nu beter? Ja, nu wel. Ja. Ik zie voor Hakimi... zal gewoon een middenveld... als middenveld waarschijnlijk speelt of verdedigt. Misschien gaat hij daar iets mee... een nieuwe tactiek vormen. Maar de verrassing voor mij is die Mohar Hersela van Bratislava. Komt mij niet bekend voor, die speler. Bratislava is Slowakije. In feite wel redelijke niveau. Vergelijkbaar met Tsjechië waarschijnlijk, qua voetbal. Dus het is een spits en daar hebben we natuurlijk heel weinig van. Dus verder weet ik helemaal niks van. Brakok is voor mij wel een verrassing. Speelt weinig. Vorig jaar is hij verhuurd aan Fortuna Düsseldorf, dacht ik. Ja. Heeft niet
heeft nog niet zoveel gespeeld, denk ik, maar 2 wedstrijden. Die jongen van Schalke, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ook een fysiek sterke jongen. Bouzeleb, ja. Ja, en Brokok ook trouwens fysiek sterk. Ja. Dus misschien heeft dat ermee te maken. En Sadiki is ook verrassing voor mij. Want die heeft ook nog niet zoveel wedstrijden gespeeld. Maar je hebt natuurlijk veel spelers die niet zijn opgeroepen. Of in verband met blessures zoals Tarabt en Idrissi die net terugkomt. Dus verder een prima selectie, moet ik zeggen. Karim, aantal nieuwe Nederlanders. Tanane, Labiat, die natuurlijk al lang niet bij hebben gezeten. Verdiend? Ja. Zeker Tanane. Die steekt nu in bloedvorm. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe die het gaat doen bij het Marokkaanse elftal. Maar die verdient zeker een plekje daar. Labiat kennen we natuurlijk als in principe aanvallende middenvelder, vrije speler in de spits. Nu speelt hij echt in de spits bij Ajax. Moet hij zich focussen in de spits van het Marokkaanse elftal of zal het toch rechts buiten, links buiten gaan worden? Ja, ik zie hem toch. Nee, het is geen spits in mijn ogen. Het is meer iemand die achter de spits misschien. Aanvallende middenvelder. Maar wel iemand die daar een beetje in het midden moet komen te staan. Dus ja. Kijk, hij heeft gewoon vanuit de tweede lijn. Heeft daar gewoon een uitstekende schot. En dan heb je dus met Tanane ook zo'n type. Kijk, bij ons is het toch altijd scorend vermogen bij Marokkaans elftal. Het is altijd 10 kansen krijgen en dan eentje met moeite erin. Kijk, en we hebben nou gewoon spelers die van 30 meter kunnen scoren. Ziyech is er ook een van, Tanane, Labiat. Ja. Maar ja, gaat die coach hun dan ook opstellen? Kijk, zo'n selectie van 30 spelers of 23. Ja, 23 ongeveer. Ja, 23. Dan ben ik altijd benieuwd van die laatste 11. Dat is voor mij belangrijk. Kijk, ik hoor ook nog heel wat namen die ik niet ken. Ja. Daar moeten we nog even afwachten. Maar dus die 11, 12, 13 spelers, die zijn wel een beetje zichtbaar, degene die spelen. Dus het elftal blijft eigenlijk nog wel intact, als ik het zo bekijk. Want achterin, dan zie je gewoon de bekende namen, die zullen ook gaan spelen. Ja. Op het middenveld, even de plekje van El Amadi. Dat is even belangrijk. Wie gaat die plekje echt... de stofzuiger op het middenveld, wie gaat dat worden? Thijs heb je, dus daar heb je nog eentje van nodig. Ja, en dan de aanval van Sevilla, daar zou ik gewoon zo laten. Die spelen uitstekend bij Sevilla, dus die kunnen... En dan moeten die andere jongens daar een beetje concurreren met elkaar. Amrabat zal denk ik ook even volle bak gas geven. Ja, Nordin is er zelf niet bij, maar Sofiane zal zeker op middenveld controleren. Oh, Nordin is er niet bij. Nee, Nordin is er niet bij. Sofiane zal controleren sowieso spelen. Tarab speelde de laatste wedstrijden samen met hem. Nou, die is er nou niet bij. Ja, daar kan ik ben wel verrast door dat Belhanda er niet bij is. Nou, want die speelt namelijk wel gewoon. En die is juist best wel in vorm de laatste tijd. En hij heeft nog Kadouri opgeroepen. Nou, mooie speler. Ja, hij heeft de laatste 3 jaar niet echt geweldig gepresteerd. Nu wel met Pau kan hij weer... Hij is wel aanvoerder hè, van Pau. Hij begint nu wel op niveau te kraken. Maar het derde trouwens hoeft nog niet speelgerecht te zijn. Want het zijn natuurlijk oefenwedstrijden. Niet dat hij sowieso mag spelen. Ja. Fawaz, Belhanda is er niet bij. Jij weet waarom, hè? Ja, ik had hem een paar weken geleden al gesproken over het Marokkaanse elftal. En toen was hij wel, best wel duidelijk. Toen heeft hij gezegd van, onder deze bondscoach denk ik niet dat ik nog opgeroepen zal worden. En dat ligt niet aan hem, hè, voor de duidelijkheid? Sorry? Dat ligt niet aan hem voor de duidelijkheid, hè? Ja, nou, het was eigenlijk niet duidelijk. Want toen ik vroeg van, hoe komt het? Hij zei, ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar de vorige keer zat hij er ook niet bij. De eerste vriendschappelijke wedstrijden zat hij er ook niet bij. Tegen Niger en Burkina Faso. Mm-hmm. Kwalificatiewedstrijden zat hij er denk ik ook niet bij tegen Mauritanië en Burundi. En nu zit hij er weer ook niet bij. Ik denk dat het einde verhaal is voor Younes Belhanda bij het Marokkaanse elftal. Maar hij zou wel willen, toch? Het is niet zo dat hij niet wil, toch? Ja, super graag. Want ik vroeg me, zou je het leuk vinden om een week aan Afrika Cup te spelen? Hij zei natuurlijk. Er gaan ook geruchten nou rond dat hij misschien naar Saudi-Arabië gaat. Maar ja, die jongen wil bij Galatasaray blijven. Hij zegt, ik wil hier nog een seizoen blijven. En ja, je weet maar nooit, er kan nog van alles komen. Maar als het aan hem ligt, blijft hij gewoon in Europa. Je ziet wel een bepaalde kliek van de bekende kliek, die ken jij ook wel waarschijnlijk, Faust, van Belhanda, Benatia, Fezzer en Dira. Ja?
ja, met het hele gebeuren met Ziyech in het verleden, et cetera. Dat is verleden tijd. Maar ja, die is helemaal weg. Ja, behalve Dirar. Ja, Dirar is er nog bij. Ja. Wat ik helemaal niet begrijp eigenlijk. Ja, ik snap eigenlijk niet wat hij in de selectie doet. En dat is Issam Shebek. Ja, die heeft ja, de wedstrijd met Marokko, dat ik heb gezien, was heel slecht. Maar hij is wel een basisspeler in Turkije. Bij Malatyaspor? Maar hij kan ook linksback spelen. Ja? Waarschijnlijk is dat ook daarom een optie voor hem geweest, voor de trainer. Ja, hij was die wedstrijd bij Marokko echt heel erg zwak. Maar ja, jij speelt hij altijd. Ja, maar ik vind hem zowel niet op links, zowel niet op rechts, zowel niet op de bank of op de tribune goed genoeg. Die jongen moet ze gewoon niet selecteren. Het is veel te oud. Hoe oud is hij? 31 alweer of zo? 31, weet je. En op de rechtsbackpositie heb je nou Dirar, Hakimi, Mazraoui en Shebek. Ja, en Shebek kan ook dan ook op links. Maar ja, dan had ik een jongen als Fahd Moufi bijvoorbeeld opgeroepen. Wie is dat? Die in Portugal speelt, heeft onlangs transfer gemaakt. En die is heel jong. Ja, die heeft ook een paar keer op links gespeeld en kan ook op rechts. Dus liever zo'n jongen, dan dat ik een 31-jarige speler uit Turkije ga oproepen, die tegen Libië echt zo slecht was. Als je kijkt naar voorin, de laatste wedstrijd zat Azarro steeds erbij. Nu dan weer opeens Ben Sharki. Spelen allebei in Egypte. Allebei redelijk jonge talenten. Ben Sharki was een beetje out of the route, zeg maar. Terwijl dat wel een talentvolle voetballer is. Hoe doet hij het eigenlijk? Weet iemand dat? Hij doet het redelijk, hoor. Veel assists, maar scoren mag hij wel meer doen. Maar hij speelt meer als buitenspeler daar. Wat zei je, Karim? Hij zit toch in Egypte? Ja, Egypte, bij Zamalek. Ja. Ja, leuk speler. Ja, de keren dat ik hem zag, een paar jaar geleden, dacht ik ook van, ja, dus van, maar hij kreeg op een gegeven moment een beetje spatjes, wat ik begreep. Een beetje naast zijn schoenen lopen, denken dat hij er al was. Ja. Hij heeft wel meerdere last van, hè? Ja, dat is een bekend fenomeen. Even kijken. Wie missen we? De vraag, wie missen we? Laat ik beginnen met Boufal, misschien. Idrissi had ik trouwens niet. Speelt niet. Idrissi is geblesseerd. Oh, oké. Okay. Die is geblesseerd en ook bezig met transfer. Dus even kijken. Idrissi missen we, maar die is geblesseerd. Tarat missen we, die is ook geblesseerd. We missen Harit. Die heeft COVID. Kijk, wie missen we nog meer? Tarap natuurlijk. Wie? Tarap natuurlijk. Ja, zei ik al, ja. Missen we... Noordin Amrabat. Ja, geblesseerd. Faisal Fajr. Ja, die is niet geblesseerd. En die speelt in de basis bij Kassim Passa. Het is raar toch dat hij geselecteerd wordt wanneer hij niet speelt en wanneer hij wel speelt. Eigenlijk moet je nooit selecteren of hij nou speelt of niet speelt. Die kan zich beter focussen op shisha muziek. Ja, dat is het beste voor hem, ja. Even kijken. Ja, ik wil toch even Sadiki. Dat wil ik toch wel even... Maar Boufal kan ik wel... Dat is gewoon over en uit bij Southampton. Die is nu bezig, waarschijnlijk ook misschien met een transfer. Ja. Idrissi Idemdito, die traint nu net mee. Die is denk ik ook wel bezig met de transfer. Want ja, je hoort wat geruchten op dit moment. Die begint wel te draaien aan het einde van de transferperiode. En natuurlijk kun je Tanane... Kan natuurlijk ook als aanvaller spelen, als linksbuiten of rechtsbuiten. Ja. Dus hij heeft hij dus wat dubio in gehad, denk ik, coach. Die Nayef Aguer, dat is een bijzondere naam. Die doet het wel geweldig bij Rennes. Topper. Fantastisch. Ja, vorig jaar kende niemand hem. Misschien, of 2 jaar geleden, laat ik zo zeggen, kende niemand hem. En een jaar geleden, op een gegeven moment, viel hij een beetje op bij Dijon. Maak je een transfer naar een Champions League club. Meteen basisplek plaats vanaf de eerste wedstrijd. En ook al volgens mij 2 doelpunten in de competitie, hè? Ja, 2 doelpunten. Ik hoop echt dat hij stappen gaat maken. Het is een echt een mooie speler. Ik volgde hem al bij FUS. Maar hij is fysiek sterk. Heeft een mooie inspeelpaas. Speelt bij Rennes. Gewoon op dit moment de top van Frankrijk. Speelt de Champions League straks. Hij is gewoon, ik hoop echt dat hij zich verder gaat ontwikkelen. Hij is nog jong, hij is 24, dacht ik, of 25 jaar. Nou, jonger, ja, 24 of 23 jaar. Dus dat zou geweldig zijn dat die bijvoorbeeld naast Seis kan staan als invaller of als Verdel bijvoorbeeld niet kan. Maar... Ja, het nadeel is, want je zou hopen samen met Vijs, maar ze zijn altijd ook linksbenig. Dat is een nadeel.
Ja, Wahid zei, die hoeven geen twee linker schoenen aan te doen, dus die kunnen gewoon samen spelen. Ja, op zich, ja. We kunnen het altijd proberen natuurlijk. Wie wil ik nog meer uitlichten? Saddiki? Ja, Saddiki, dat is wel een bijzonder verhaal natuurlijk. Twee jaar geleden reserve spelen bij Willem II. Vorig jaar op een gegeven moment basisspeler geworden. Topseizoen gedraaid. Europa gehaald, Europees voetbal. Voor selectie en nu in de selectie. Mooi verhaal, toch? Kijk, ik heb naar jou kijken als Brabander. Ja. Met ja, goed, met Tilburg. Ja, nee, het is inderdaad, hij heeft gewoon goed gedaan. En dat hij geselecteerd is, kijk, ik verwacht hem niet in de buurt van de eerste 11, 12, 13. Maar dat hij er in ieder geval een beetje aan kan ruiken. En je weet niet wat de ontwikkeling is. Hè. Kijk, op dit moment is hij natuurlijk niet zo ver om een echte toegevoegde waarde te hebben bij het Marokkaanse elftal. Maar dat je er alvast aan kan ruiken, alvast mee kan, misschien een paar minuten mee kan pakken. Misschien zelfs een tweede helft, als het vriendschappelijk is. Dan heb je het in ieder geval een beetje meegemaakt. Kijk, en als je de juiste ontwikkeling doormaakt bij Willem II en misschien verder, hè, bij een grotere club. Kijk, dan kan je misschien wel een vaste waarde worden bij het Marokkaanse elftal. Dus ik vind het die jongen, hij heeft het gewoon goed gedaan. Dus, ja. Ja, zijn kracht is natuurlijk wel, als het gaat om Afrikaans voetbal, daar past hij natuurlijk ideaal in. Sterk, snel ook, ballen afpakken, weet wat hij kan, weet wat hij niet kan. Daar wil ik ook een beetje iets aan toevoegen. Kijk, soms wil het ook niet altijd zeggen dat je, ik speel bij een topclub en dan bij het nationale elftal. Er zijn heel veel spelers, ook van vroeger. We hebben bij het Marokkaanse elftal hebben wij spelers gehad met Ahmed El Berja. En dan op het WK zit hij wel tegenover de ster en hij laat ze wel alle hoeken van het veld zien. Ja. Waar komt hij vandaan? Ja, hij zat ook maar in Marokko te voetballen en op een lager niveau. Dus soms klikt dat ook, hè? Een speler met een Marokkaanse elftal. Hè? En dan geven ze in één keer 300% en presteren ze altijd goed. En sommige spelers die zijn geweldig bij de club. Maar op de een of andere manier matcht dat niet. En dat zien we ook bij Nederland. Seedorf met het Nederlands elftal. Nielis met België. Scoort aan de lopende band. Maar bij het Belgische elftal had hij, ik weet niet hoeveel, interlands 0 doelpunten. Ja. Dus weet je, het kan best zijn dat zo'n Saddiki in ieder geval binnenkort van toegevoegde waarde is voor het Marokkaanse elftal. En zo iemand die bijvoorbeeld zo'n Berhemda, want dat vind ik ook niet matchen met Marokko tot nu toe. Overal goed gespeeld in Europa. Ja. Maar het Marokkaanse elftal, ja, heel eerlijk, ik heb hem zelden een hele goede wedstrijd zien spelen. Dus en dan denk ik van ja, maar hij moet geselecteerd worden. Ik vond hem de laatste tijd wel goed trouwens. Nadat hij inzag dat Ziyech de man was, zag je wel dat hij in dienst van kon spelen. En toen ging hij wel goed spelen. Het probleem daarvoor was, hij is ook bij Montpellier was het echt de nummer 10. Hij maakte in principe Montpellier kampioen met Giroud, maar hij was wel de man. Dus hij was echt een nummer 10 voetballer. Hij is nu nummer 8, hè, meer. Hè? Het is nu meer een nummer 8 geworden. Ja, als voetballer wel. Dus hij op een gegeven moment heeft hij moeten accepteren dat hij wat minder de man was als de laatste man naar de goal toe. Maar dat heeft hij op een gegeven moment heeft hij wel ook zeer geaccepteerd. Als jij bent de man en ik doe het vuile werk voor jou. En dat doet hij altijd wel geweldig. En hij brengt heel veel gif met zich mee in zo'n wedstrijd. En passie, dat heb je echt nodig, jongen. Ja. Hij vreet de gras op, 90 minuten. We hebben nog andere spelers die we missen, jongens. Of die je had gehoopt te zien te hebben. Ik denk van ja, als we nou toch... Ja, ik had eerlijk gezegd gehoopt op Hamdallah. Wie is dat ook alweer? Even kijken, hoor. Kansloos figuur, joh. Schrijf je dat ook alweer, Hamdallah? Ja, je weet wel wie. Oh, ja, wacht even. Vaart die had vandaag de persconferentie en die liet een printscreen zien van ons, vertel. Ja, een printscreen van op Instagram dat Hamdallah had gezegd dat hij internationaal af is. En dat was in de periode met Hervé Renard. En daar heeft hij een printscreen meegenomen van, kijk jongens, hij wil niet voor Marokko uitkomen. Zodra de vragen begonnen, dat was ook de eerste vraag die hij kreeg, toch? Waar is de eerste vraag, ja. Waar is Hamdallah? En ze hebben het eigenlijk al de hele dag alleen maar over, Hamdallah. Waar is Hamdallah? Het is natuurlijk wel triest, hoor.
Want het is natuurlijk triest dat hij het zo moet gaan demonstreren in een hele scène, in een hele show. Want de pers daar, die gelooft het gewoon niet. Die blijven maar hameren op Alhamdulillah. Maakt niet uit hoe. De supporters roepen zijn naam tijdens een wedstrijd. Weet je wel, het gaat nergens over. Die gozer heeft zich gewoon zo, ja, echt zo als een debiel gedragen. Ja, het zij zo. Hij zit er niet bij. Hij moet zich gewoon dingen kunnen accepteren. En het is hij heeft ook heel veel diva-gedrag. Ja. Dus, maar dat de trainer zelfs een Prins Krim moet gaan laten zien aan de pers. Dat ze een keer kunnen accepteren dat die jongen gewoon zich misdraagt. Ook gewoon jegens zijn collega's. Zijn mede-companen bij de elftal. Dus ja. Hij scoort erop los daar. Nou, met alle respect. Je moet wel een grens kunnen trekken, weet je wel. Ik vond het best wel kinderachtig van Wahid. Om zo met zo'n Prince Screen te komen van... Alhamdulillah heeft ooit gezegd dat hij internationaal af is. Als ik nou op de Twitter van Zoer Verdal ga... Die heeft ook in 2017 gezegd, toen hij niet werd geselecteerd door Hervé Renard... Heeft hij ook gezegd, ik ben nou internationaal af. Waarom wordt hij dan nog wel geselecteerd door Wahid? Ja, maar dat is gewoon in onderling overleg. Kijk, het is geen uitzondering dat die jongen al problemen had met Renard. En dan komt Fred, die wil hem bellen. En dan krijg je ook weer hele rare kwesties. Ja, hoe ver wil je gaan? Moet je door je knieën gaan voor een spel in Saudi-Arabië? Wahid heeft nog nooit Alhamdulillah gebeld. Dat ging allemaal via Hajji. En Hajji heeft ooit tegen hem gezegd van... We gaan je op dit moment niet selecteren, omdat je te veel gele kaarten pakt. Toen heeft Alhamdulillah gezegd... Ja, ik weet niet wat de toekomst met zich meebrengt, maar misschien ga ik nog wel gele kaarten pakken. Ja, ik weet niet. Om dat zo door te geven aan Wahid. En er moet gewoon een oplossing komen. Net zoals we een oplossing hebben gevonden met Ziyech. Oplossing in de tijd met Webbo en Camacho. En zijn nog Tarab verliet ook trainingskamp een dag van tevoren. Moet gewoon een oplossing komen. Met alle respect, Floos. Ja, hij heeft, ik weet niet hoeveel interlands hij heeft gespeeld. Is hij mij niet opgevallen, hoor. En toen scoorde hij al op los in Noorwegen. Ja, het is ook zo bij Alhamdulillah. Hij heeft ook echt nooit met het A-elftal gespeeld van het Marokkaanse afstand. Het is alleen maar invalbeurten. Als ik kijk naar de cijfers van Alhamdulillah, zijn die denk ik veel beter dan Youssef El Arabi bij het Marokkaanse elftal. Terwijl Youssef El Arabi verdient ook nu om in het Marokkaanse elftal te spelen. Maar het probleem, Alhamdulillah, moet gewoon opgelost worden. Want ik weet zeker, als de volgende wedstrijd tegen Senegal en Congo, dat we weer niet gaan scoren, of de resultaten gaan tegenzitten, de eerste vraag die hij naar de wedstrijd zal krijgen... Waar is Alhamdulillah? Dat gaat zo blijven. Een vraag aan jou, Fawaz. Is Alhamdulillah beter dan de Serie, dan Al Arabi? Dat zijn in principe de spitsen. Die andere Slowaak, die ken ik niet goed genoeg. Maar is hij beter dan echt aantoonbaar beter? Ik kan niet vergelijken. Hij heeft niet in een competitie gespeeld. Kijk, in Noorwegen, Saudi-Arabië en Marokko. Er wordt vaak gezegd van... hij speelt maar in Saudi-Arabië. Het stelt eigenlijk helemaal niks voor. Maar iedereen is wel lovend over het Algerijnse elftal. En als ik kijk naar de basisspelers van het Algerijnse elftal, die hebben keeper spelen bij Al Ittifaq in Saudi-Arabië. Dat is geen topclub in Saudi-Arabië, waar Alhamdulillah wel speelt. Die hebben een centrale verdediger in Saudi-Arabië, Bel Amri, die speelt bij Shabab. En ze hebben een spits die speelt in Qatar, Bounjah. En ze hebben linksbuiten die speelt bij Al Ahli in Saudi-Arabië. En ze hebben nog Guedora op het middenveld, die speelt bij Al Gharafa in Qatar. Ja, maar dat zijn niet basisspelers. Dat zijn geen basisspelers allemaal. Basisspelers. Klopt, die spits. Die maar heb je misschien de Afrika Cup niet gezien, maar dat zijn echt basisspelers. Ja, Benjulu, dat vind ik echt... Maar dat vind ik een geweldige spits, hè. Die spits... Baghdad Bounjah. Ja, die werkt van seconde 1 tot de laatste seconde. Alles wat hij doet, is gewoon goed. Die houdt zelfs Slimani op de bank. Omdat hij gewoon super effectief is. Maar het is ook geen diva. Je ziet, die werkt echt voor zijn land. Ik zie Alhamdulillah. Ja, weet je wat het is? Alhamdulillah had al problemen met Pim Verbeek zelfs. Maar waarom kunnen wij die problemen dan niet oplossen en toch kunnen omgaan met die jongens? Maar waar ligt het aan? Ligt het aan de coaches? Hij heeft 3 coaches waar hij problemen heeft gehad. Pim Verbeek. Waarom heeft hij die problemen niet bij zijn clubs? Ja, heel simpel. Ja. Die club die betaalt hem een miljoen per jaar. Kapitaalvernietiging ging om hem niet op te stellen. En Marokko krijgt hij financieel niks. Want hij doet het op dit moment. Als je kijkt bij Al-Nassr, waar hij nou speelt. Hij is topscorer van de competitie in Saudi-Arabië. En hij is topscorer in de Aziatische Champions League.
En ja, hij doet het gewoon fantastisch. Dus, en over zijn club, er wordt vaak gezegd van, ja, speelt maar bij Al-Nassr. Maar als je kijkt naar die opstelling van Al-Nassr, die hebben Johnson als keeper, die keepte bij Feyenoord. Ja. Mike Conn van Galatasaray, Ahmed Moussa van Leicester City, Giuliano van Fenerbahce, Martinez hebben ze laatst nog gekocht. Ze spelen meer buitenland. Maar het zijn wel allemaal jongens. Hij met grote spelers speelt. Hij speelt daar niet met. Nee, klopt. Maar het zijn wel allemaal jongens op leeftijd. Hè? Allemaal aan het afbouwen in principe. Hè? Het zijn wel jongens. Maar de competitie in Saudi-Arabië is echt niet slecht, hoor. Nee, dat weet ik. Nee, ik heb wel eens dingen gezien. En ik heb ook wel eens kennis gesproken. Saudi-Arabië is gewoon een heel goed niveau. Ja. Mitchell, maar is een derby van Al-Nassr tegen niet vergelijkbaar met een Olympiakos tegen AEK Athene of Panathinaikos? Dat is toch niet gelijk qua niveau? Ik had toevallig wel de derby gekeken tussen El Hilal en Al Nassr, maar dat was vorig seizoen. Ik zeg je eerlijk, het was gewoon goed niveau, hoor. Het is echt niet slecht. En mooie velden. En ja, dat is op zich. Voetbal Saudi-Arabië kun je niet vergelijken met Qatar, ben ik het absoluut mee eens. Arabi heeft al een keer in een interview. Je weet dat Arabi daar ook als een gek scoorde, hè? In Qatar. Niet in Saudi-Arabië. Qatar. In Qatar ook, ja. Ja. Maar ook in de Champions League heb ik een wedstrijd gespeeld tegen El Hilal. Nou, gewoon hat-tricks. Dat ding gaat nergens over. Maar goed, daar kunnen we lang over discussiëren. Ik heb mijn mening dat ik gewoon vind dat hij zich moet gaan gedragen. Daar ben ik met je eens. Hij moet al overgeven en geen diva-trekjes moet gaan vertonen. Soms zie je, heeft dat al een keertje kenbaar gemaakt, weet je wel. En dat is uiteindelijk uitgesproken met de coach, met Renard toen. Maar hoe ver wil je gaan met die jongen, weet je? Ja, het is toch gewoon heel logisch dat hij niet wordt geselecteerd. Kijk, jullie hebben het al over gedrag, dat klopt. Daar heb ik ook vaker gelezen over hem. Maar laten we nou zeggen dat hij een voorbeeldige jongen is. Alleen op basis van waar die speelt in Saudi-Arabië. En heel eerlijk, maar Sevilla en al die, waar die jongens dan wel spelen, die verdienen dan toch gewoon eerder die plek in de spits dan Alhamdulillah, met alle respect. Kijk, ja. Sevilla die heeft ook hun ogen niet dicht. Die kunnen hem ook gaan halen, maar die halen hem niet. Kijk, die Nasiri, die kan zo andersom gaan draaien. De club waar hij speelt, nou geloof mij nou, die zouden hem ook wel willen hebben. Maar ik zeg niet dat Alhamdulillah... Andersom, ik denk dat andersom die route, dat dan niet zo heel snel. Dus daaraan zie je al van... En het is toch ook heel simpel. Bij het Nederlands elftal, als je naar Armenië gaat, dan word je toch niet geselecteerd als score jij 30, 40. Ja, maar dat kan je niet met elkaar vergelijken. Nederland heeft genoeg spelers die top zijn bij Marokko. Je ziet gewoon dat ze de laatste wedstrijd moeite hebben met scoren. Dus ik zeg ook niet dat Alhamdulillah in de basis moet, maar Alhamdulillah kan er wel bij. Die kan je er altijd bij. Hij kan ook een stoorfactor worden, ja. Storende factor zijn in het team. En bijvoorbeeld een irritatie met de coach, ja, weet je, so be it, dat kan. Je kan het uitpraten met elkaar. Maar hoe hij zich ook heeft misdragen toen de Afrika Cup is gestart. Dat hij op Instagram allemaal open eindes, komt hij met hele vage bewoordingen. Ja, ik ga mijn... Ik ga nog zeggen wat er nou precies is gebeurd, et cetera. Ja, ik was er echt klaar mee, zeg je eerlijk. Ja, ik vind dan moet jij al sowieso van ongekend niveau zijn om zeg maar daarover echt een discussiepunt. Kijk, hij kan best een publiekslieveling zijn. Dat is hij denk ik ook wel een beetje bij onder het Marokkaanse volk. En dat snap ik wel. Maar ik schat hem echt in de categorie ook van El KB en al. Die is ook niet geselecteerd, toch? Nee. Nou, dat is ook gewoon een spits die het goed doet. En die kan ook in Saudi-Arabië. Maar... Je moet op een gegeven moment, moet jij ook als land, moet je zeggen, weet je, ja, ga maar. Ik was dus eigenlijk al tegen toen Boussoufa naar Saudi-Arabië ging. Dan moet je gewoon als land ook zo trekken van, nou, dan hebben wij betere spelers die in betere competitie spelen. En die maatstaven, die gaan we hanteren. Dus jij in het Marokkaans elftal spelen, dan moet jij gewoon op een bepaald niveau spelen. En Nederland is daar heel simpel in. Dan moet jij, als je in de Champions League speelt en bij dat soort clubs... Dan is het automatisch heel snel dat jij wordt geselecteerd bij het Nederlands elftal. Speel je bij AZ en alles, dan wordt het heel lastig. Dus je moet bepaalde stappen gaan maken bij de club. Daar begint het bij, dat is de basis. En dan komt het nationaal elftal in zicht. Shakir. Maar zeg jij Kerim, als je als Marokkaan in het Midden-Oosten speelt, dan moet Marokko ze niet oproepen? Ja, eigenlijk, je hebt uitzonderingen altijd, hè? Dus bijvoorbeeld een Boussoufa, die heeft iets verdiend al
in zijn weg, in zijn traject in Europa. Mm. Die heeft het verdiend. Dus hij heeft zijn waarde al bewezen voor Marokko. En dan kun je daar een uitzondering voor maken. Dat geldt ook voor die verdediger... Benatia. Benatia, ja. Die heeft dat ook gedaan. Maar als jij als... kijk, en dan maak ik nog een uitzondering voor de Marokkaanse competitie. Zoiets van, als jij in Marokko... En dan beloon je de mensen eigenlijk die in Botola spelen. Die ja. hebben nog geen uitweg. Dan kun jij ze ook nog belonen voor het Marokkaanse elftal. Maar ik vind als je... net als bijvoorbeeld zo'n... we hadden ook zo'n geval. Een talent, supertalent. Barada. Die speelde geweldig. In de jeugd van Marokko. Alle jeugd elftal heeft hij doorlopen. Speelt geweldig in de Spaanse competitie. Ja. En dan op 20, 21-jarige leeftijd of zo... besluit hij, ik ga voor het geld naar... Ja, Saudi-Arabië of... Dan moet jij gewoon als nationaal elftal zeggen... Nou, dan is het ook klaar. Nou, dan was ook dat, klaar. Daarna ook al klaar in Europa, want hij komt nergens meer aan de bak. Ik vind dat Karim daar wel gelijk in heeft, hoor. Want Renard heeft dat ook een keertje... Heeft dat ook een keertje aan de kaak gesteld. Heeft hij niet doorgezet, vind ik jammer. Dat hij een keertje aangaf, dacht ik, in een interview van... Als je kiest om naar met alle respect naar het Midden-Oosten te gaan... Dan heb je een grote kans dat jij gewoon niet wel geselecteerd. Want het gaat ook om de mentaliteit. Hè? Je denkt van, het is over. Je wilt geen topsportcarrière meer. Als je daar naartoe gaat. Zoals die Rijke, die geeft dat nu aan. Een beetje ongelukkig. Maar het is wel gewoon zo. Maar dat geldt ook voor Amrabat. Weet je wel, met alle respect. Ja, je moet er gewoon langzaam afscheid van nemen. Het gaat ook om de tegenstand die je wekelijks krijgt. Hè? Qua verdediging, qua middenveld, tactisch. Hè? Als het allemaal minder is, ja, dan ga je als speler, word je ook... Ja, dan kun je niet meer toppen met het niveau waar je naartoe wil gaan als team. Maar Reinoud zei dat toen wel, toen Alhamdulillah toen daar speelde en Boussouva en iedereen nog in Europa speelde. Ja. Toen iedereen naar het Midden-Oosten ging, Alhamadi, Da Costa, Boussouva, weet ik veel, ging hij ze wel selecteren. Ja, dan dat is een daadkracht. Ja. Dat was echt dom. Dus toen dacht iedereen van... Ja, de reden dat hij dat toen had gezegd... is dat hij omdat hij Alhamdulillah niet in de selectie wou. Ja, maar dat was al voor Alhamdulillah. Dat was al voor Alhamdulillah die uitspraak. Ja, Alhamdulillah speelde daar toen al. Hè? Alhamdulillah ja, maar Alhamdulillah had nog geen irritaties. Er waren geen spanningen zoals nu. Het was gewoon een... Hij kwam er gewoon mee om dat zogenaamd... om het kwaliteit op peil te houden in het team. Ja, nou werkt hij wel in Saudi-Arabië. Ja, goed, ja. Dat geld doe je alles. Maar volgens ik hoor dus in principe spelers die in Saudi-Arabië voetballen horen niet opgeroepen te worden. Mijn vraag is eigenlijk, kun je de... We hebben nu heel veel spelers in de Eredivisie. Kijk, kun je zeggen dat de Eredivisie een hoger niveau is dan Saudi-Arabië? Kijk, nee. Maar kijk, bijvoorbeeld die club waar Mohamed Raihi naartoe is gegaan, Al Batin. Ja, kijk, als je daar spelers van gaat selecteren, dan ben je gewoon... Ja, een beetje gek in je hoofd. Maar bijvoorbeeld die drie topclubs die ze in Saudi-Arabië hebben. Bijvoorbeeld Al Hilal en Al Nasser en Al-Shabaab, als ik niet vergeet. Ja. We hebben laatst ook die Banega gekocht van Sevilla. Ja, ja, ja. Dat zijn gewoon goede clubs, goede team. Daar zitten trainers achter die veel geld verdienen, goede spelers. Die ja, maar dat zijn spelers die afbouwen, Fous. Dat gaat toch geen jochie van 25 daar naartoe? Er gaat toch niet een Neymar, Cristiano Ronaldo, die kon al lang wat toe, die is 35. Maar het heeft ook met de mentaliteit te maken. Mitchell Tevreden, die speelde toch ook in de Eredivisie? Wie? Mitchell Tevreden. Ja, die kan je voetballen. Dus iedereen zegt, die competitie van Saudi-Arabië stelt niks voor. Maar die speelt nou in Saudi-Arabië, die heeft er denk ik niet meer dan Alhamdulillah in liggen. Nee. Dus hoe slecht is maar Mitchell Tevreden was hier ook al een slechte speler. Amrabat heeft er ook niet zoveel in liggen als Alhamdulillah. Nee, maar Amrabat ben ik het ook gewoon mee eens. Is Ahmed, ook Ahmed Moussa wordt nog steeds voor Nigeria opgeroepen. Ja, maar misschien heeft het gewoon met de kwaliteit te maken die ze niet hebben meer. Nou, ik denk dat de Nigeria meer kwaliteit heeft dan maar. Maar denken jullie niet, jongens, als we kijken, even buiten het feit, want we weten dat Saudi-Arabië grote spelers kan binnenhalen. Hè? Dat heeft met geld te maken. En heel veel mensen kiezen dan voor het geld. Kijk, vorige keer hadden jullie het al over die jongen van Sparta, bijvoorbeeld. Ja, 25, 26 jaar. Er zijn heel veel jongens die willen dan op dat moment dan maar voor het geld kiezen en hun betalen. Hè? Maar denken jullie dat de trainingsintensiteit dan ook hetzelfde is in Saudi-Arabië? Dus ze halen wel de goede spelers, maar... Absoluut niet. Als je Mitchell Tevreden bijvoorbeeld vraagt, dan denk ik dat hij zegt, ja, maar in de Eredivisie trainden we wel harder.
En we moesten een uurtje fitnessen, we moesten daar, we moesten trainen en dan misschien in de avond nog in Saudi-Arabië. Daarom gaan heel veel mensen ook afbouwen daar, die op leeftijd zijn. En trainingsintensiteit kunnen ze niet meer aan of ze willen wat rustiger aan doen en dan gaan ze naar Saudi-Arabië. Maar daar zitten die jongens ook bij van 25, 26 jaar. Maar ik zie even jongens, want ik zie de Midden-Oosten club zie ik alleen vaak bij WK van clubteams. En dan spelen ze soms tegen Zuid-Amerikaanse clubs of tegen Europese clubs. Maar ze worden toch nooit afgeslacht? Zelfs, ik weet nog, dat team laatst met Henk Ter Kate en Boussoufa tegen Real Madrid. Maar ze zijn super moeilijk. Dus het is toch niet zo... Het zijn geen amateurs daar. Het zijn echt geen amateurs. Nee, maar dat kan je dus ook... Als je, ik heb ook Casablanca zien spelen in die... Ja. Kijk, maar dat komt er op een gegeven moment... het is ook niet dat ze slecht zijn of wat dan ook. Alleen, het is structureel. Ben je iets minder met topsport bezig dan in Europa? Dat is gewoon zo. Kijk, als je 4 jaar geleden mij had gevraagd over de Saudische competitie, had ik gezegd, stelt helemaal niks voor. Dat is echt topklasse niveau. Maar nou hebben ze daar een regel dat ze 7 buitenlanders mogen opstellen. Ja, of het nou... En ze zijn ook gewoon goede spelers. Dus het niveau is echt veel beter dan 5 jaar geleden. Dus zo slecht is het weer ook niet. Want soms lees ik ook reacties van topklasse niveau. Nou, ik denk niet dat Rijnburgse boys... Nee, maar Saudi-Arabië is van het Midden-Oosten eigenlijk het sterkste land, ook qua voetbal. Nationale team hebben ze altijd redelijke leuke teams. Dat is het absoluut niet. Het gaat wel om de tegenstand die je hebt in het algemeen. De top 3, maar alles wat er buiten valt, je geeft het zelf ook aan over de teams van regen en zo. Ja, dat is gewoon helemaal niks. Maar goed. Ja, dat is het Als jij gaat de petitie starten, want jij bent zwaar gecharmeerd van Alhamdulillah, merk ik. Ja. Nee, maar... Ik wil nog even één speler opnoemen, Nordin misschien. Maar waarvan ik dacht, nou, misschien kon hij ook even snuffelen bij het nationale team. Dat is die spelletje van jochie van PSG, die Keizer Ruiz. Ik dacht van, ja, misschien jongen even oproepen, even laten snuffelen, daar mee trainen, weet je wel. Om hem, ja, wel jammer. Nou ja, de vraag is natuurlijk, is er misschien contact geweest en heeft die jongen gezegd, ja, weet je... Ik ben nog jong en ik kom net kijken. Laat me even rustig bij Paris Saint-Germain lekkere weken meetrainen. Zodat ik dichter... Wat ik daarover weet, is dat er wel al contact is met de Marokkaanse bond. Oké. Want hij heeft ook ooit voor Jong Marokko gespeeld. Althans onder... 17, hè? Onder 17 of zo. Maar dat kost tijd even. Ik denk dat we die jongen even met rust moeten laten. Is hij benaderd door Jong Frankrijk? Ja, hij dacht het zelfs in de selectie, onder 19. Oh, gaat hij meedoen dus? Ik denk het wel. Het zijn 2 vriendschappelijke wedstrijden, als ik me niet vergis. Okay. En hij is opgeroepen. Maar zijn vader is ook scout bij Paris Saint-Germain. Oké. Okay. Ja, maar die jongen heeft wel een goede band met Marokko. Hij gaat er vaak op vakantie, et cetera. En als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik dat hij voor het Marokkaanse elftal gaat spelen. Ja? Ja. Ik heb wel wat wedstrijden de laatste tijd. Ja, ik ben een goede voetballer, man. Echt, ja, leuk speler. Durft ook, is niet bang. Benig. Is hij trouwens, want is hij halfbloedje? Ja. Moet ja. Dan, wat is die half? Wat is de andere helft? Spaanse moeder. Oké. Ja. En een Marokkaanse vader. Ja, ik weet alleen niet waar hij is geboren. Was het nou in Frankrijk of Spanje? Dat ben ik even vergeten. Kan zijn in Frankrijk of ik weet het niet. Een andere Marokkaan, jongens, die we binnenkort in het Marokkaanse elftal gaan zien. Mohamed Ertan. Vandaag won PSV met 2-0 van Rozenburg. Kerim, ik begin bij jou, want jij bent de echte PSV'er onder ons. Vaste publiek. De komende weken dan niet, maar normaal gesproken wel. 90 minuten op de bank. Alweer. Ja. Ja. Maak jij je zorgen? Heel sneu? Nee, daar zorgen niet. Maar heel de discussie over die jongen. Die zit in een moeilijke fase. Maar ik denk dat als je het hem zelf gaat vragen, waarschijnlijk dan zal die ook wel. Of later, want hij is natuurlijk nog jong. Dus besef is er vaak niet. Maar ik snap die trainer, laat ik zo zeggen. Ik snap die trainer waarschijnlijk wel. Want die hoort heel de discussie. Je moet die jongen maar gewoon laten spelen. Want... Die andere spelers zijn ook niet beter. Dus die Bruma of wat dan ook. Ja. Maar wat Junior Spoor speelde vandaag dan op zijn positie. Ja.
Maar dat is, die zijn ook niet beter. Maar ik denk als de trainer het gevoel heeft van, jij hebt zoveel potentie. Jij kan zoveel brengen. Maar jij staat op 70% te voetballen of te trainen. Al ben jij beter dan die, dan moet je die jongen wel straffen. En dat is uiteindelijk alleen maar beter voor hem. Hij moet gewoon beseffen van, nee, ik moet iedere dag moet ik mijn best doen. En als ik daar niet klaar voor ben, ja, dan maar even op de bank zitten totdat ik besef wel krijg om iedere dag hard te trainen. Kijk, jongens als Messi en Ronaldo, we denken er wel heel makkelijk over, maar op 35-jarige leeftijd zijn ze nog steeds volle bak aan het trainen. En daar begint het wel bij. Hè? Dus je kan van alles hebben, maar het begint wel bij je best doen. Altijd maar weer je best doen. Ja, en hij is nog jong. En heel eerlijk, dat is wel een beetje, zit ook wel een beetje in de Marokkaanse mentaliteit. Hè? Wij komen er vaak heel laat achter van, oh, had ik maar. Dus ja, ik deed eigenlijk niet, ik leefde ook niet als een professional. Ja, ik was daar weer shawarma aan het eten en daar pizza aan het bestellen. En dit toch, toch een beetje lang levende lol. En toch als profvoetballer leven. Kijk, en dat besef moet bij hem wel komen. En ik vind het alleen maar goed eigenlijk dat hij nu even op de bank zit. Al heb jij zoveel talent, maar dat andere discipline, mentaliteit, dat weegt nog zwaarder. Dus begin daarmee. En dan komt dat talent komt vanzelf wel naar boven drijven. Jij bent echt wel beter dan degene die daar spelen. Dat weet iedereen. Maar begin wel. Dus die trainer die doet daar niet voor niks. Die ziet gewoon aan die jongen. Jij geeft niet de volle 100%. Maar ziet, dan is dan een verschil bank of 90 minuten op de bank. Is het risico dat hij natuurlijk de band kapot maakt, de trainer? Nee, absoluut niet. Ik vind dat niet. Ik heb het gevoel dat die jongen heeft echt een waardeloos mens om zich heen. Die hem helemaal niet aanspreekt op zijn gedrag. En dat hij gewoon even de knop moet omschakelen. Dus, er blijft maar incidenten achter elkaar voorkomen. Hè. De laatste keer weer in de auto begon hij weer kinderachtig met een paar tracks, weet je wel, voor haters. Ik onderbreek even, we gaan zo verder. Want we hebben Dries Saddiki aan de lijn. Assalamu alaikum, Dries. Mag ik jou feliciteren met je eerste oproep voor het Marokkaans elftal? Dankjewel, shukran. Hoe heb je het gehoord? Hoe ik het heb gehoord? Ja, ik had het gehoord al wat eerder dan dat het op internet was gekomen, zeg maar. Van assistent-trainer die mij had doorgegeven dat ik erbij zou zitten. Hoe gaat zoiets? Hoe zoiets gaat? Ja, ik denk dat je al wat langer contact hebt. Ik heb langer contact gehad met de assistentcoach, van dat ze mij zijn aan het volgen, hoe het met me gaat. Ook omdat ik in de voorbereiding wat blessure heb gehad, blessureleed heb gehad. Toch checken hoe het gaat en het ging allemaal goed. Ze hebben mijn wedstrijden bekeken, dus zodoende is het gegaan. En toen de uitnodiging gekregen. Mustafa Hadji was dat of niet? Dat was eerst Mustafa Hadji. En daarna Stefan Khalil heeft daarna mij opgepakt. Oh, mooi. Ja, het seizoen kan eigenlijk niet via op. Hè. Ik bedoel, je begint natuurlijk met de blessure. Daarna Europees voetbal. Eerst tegen de Luxemburgse club ingevallen. Daarna tegen de Rangers. En dan het Marokkaan zelf. Ik weet nog, toen wij jou spraken voor het boek. Zei je natuurlijk, dat was ongeveer een jaartje geleden eigenlijk ongeveer, zei je van, dat is mijn droom, international worden. Ja. En toen hadden ik en Thomas, nou Thomas vooral van, oh, dat is wel heel erg lastig als Willem II'er. En ik zei toen tegen jou, ja, als jij als Willem II'er Europees haalt, of het goed doet, en je blijft ontwikkelen zoals je ontwikkelt, dan zeker op die posities ben je zeker een meerwaarde. Maar het is wel snel gegaan, hè? Het is inderdaad wel snel gegaan, ja. Precies wat je zegt, Willem II. Toch moeilijk voor Willem II om het Marokkaanse nationale team te halen. Ik denk toen ik de vorige keer bij de voorselectie zat voor de corona-uitbraak, toen ik erbij zat, was ik al blij, eerlijk gezegd, om bij de voorselectie bij te zitten. En dan is het nog steeds eigenlijk een lange weg om er definitief bij te zitten. En nu, gelukkig, zit ik er wel definitief bij. Wie ben je als eerste als je hoort, je zit er definitief bij? Ik denk toch mijn moeder die ik als eerste bel, ja.
En heb je al een beetje geoefend op het volkslied? Ja, die heb ik al. Ken ik hem al. Niet helemaal, maar toch wel stukjes die ik wel ken. Ja. En dat het belangrijk is om hem helemaal te kennen natuurlijk. Waar kijk je het meest naar uit? Oh, ik denk toch wel om de andere spelers te ontmoeten. Die jongens die ik nog nooit heb gezien. Toch te ontmoeten en te kijken hoe de kwaliteit daar is van die jongens. En als team zijn er als Marokkaans elftal natuurlijk. Want we kennen jou bij ons twee. Ben jij de schakel op middenveld samen met Lons. Het hart eigenlijk van het middenveld. Eigenlijk een beetje zoals Amrabat en Tadab die voor voetbal. Een beetje duo als controleurs. Zie jij ook die rol? Zie jij jouzelf die rol hebben in het Marokkaans elftal? Ik denk toch dat als ik een rol krijg, dat denk ik wel de ideale rol is die ik moet krijgen daar in het team. Ik ga er gewoon 100% voor knokken. Kijk, ik ben al blij dat ik erbij mag zitten en mee mag naar Marokko. En de trainer beslist natuurlijk wat mijn rol gaat worden. En ik hoop dat ik een belangrijke rol kan krijgen. Jongens, hebben jullie nog vragen voor onze Dries? Ja, ik wil hem alleen maar feliciteren met zijn Marokkaanse elftal. Ja, leuk dat hij erbij is. En inshallah doet hij het goed. Inshallah. En ik wens hem heel veel succes. Dankjewel. Ja, er is nog een vraagje. Ja, hoe gaat zo'n gesprek met Mustafa Hadji? Is dat dan in het Frans of Engels? Gewoon in het Arabisch. Oh, dat wel. Gewoon in het Arabisch. Maar soms is het wel moeilijk om, denk ik toch, voor mij in ieder geval, om echt goed Arabisch te kunnen spreken. Dus elkaar goed te kunnen verstaan. Dus daarna is het wel overschakeld naar het Engels, ja. Maar voor hem ook toch, of niet? De Arabisch van hem was volgens mij ook niet echt... Het is wel beter geworden. Ja, het is wel goed. Het is wel beter geworden. Vroeger kon hij helemaal niet. Hij spreekt het goed nu. In ieder geval, bij mij had hij wel goed Arabisch gesproken. Maar we zijn gewoon samen beslist om wat meer Engels te praten, want konden we elkaar beter verstaan. En ik denk toch dat de duidelijkheid wel het belangrijkste is. Ja, inderdaad. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, Mustafa, Dries, gefeliciteerd ermee. En het is voor jou ook natuurlijk heel belangrijk. Je komt in een snoepwinkel. Allemaal geweldige spelers, zo kom je heen. Het is alleen maar goed voor je ontwikkeling, denk ik. Dat je de duels aan kan gaan. Ook fysieke trainingen. Tactisch. En dat je op dat niveau kan mee bijbenen, weet je wel. En als je je minuten kan pakken, is alleen maar mooi meegenomen. En je bent, je bent dan officieel ook international van een redelijke land. Gewoon een goed land. Tuurlijk is het een goed land, maar international zijn als voetballer is altijd mooi meegenomen. Ook voor je status en voor je marktwaarde. Dus maakt niet uit of het Nederland of Marokko is op dit moment. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Hoe oud ben je nu? 22, 23? 24. Dat je een beetje een sleutelspeler kan worden, gewoon op het middenveld. Dan moet je ook je stappen gaan maken, maar ik heb wel vertrouwen in. Dankjewel. Ik denk ook echt bij het Marokkaanse elftal. Kijk, er zijn natuurlijk hele goede spelers, ook voorin, met Labiat... Toch andere type voetbal. En die hebben het best wel moeilijk, omdat daar heel brede concurrentie is. Ik zie bij Dries zie ik wel een kans daar op het middenveld. Elamadi is al weggevallen. Ja, Dries is toch een vechterknokker ook. Die kan mouwen opstropen. En daar heb je wel een beetje te weinig spelers. Het kan heel goed uitpakken. Onder de sterspelers heb je ook gewoon... En die zitten bij ons vaak voorin. Daar zit heel veel concurrentie. Er is meer op 8 of op 6? Op 6, hè? Ja, dan kun je een hele mooie... Dan zou je concurreren met Emmerlech en zo. Maar bijvoorbeeld met Amrabat. Ja, je hebt voetbalvermogen. Ja, wie weet... Willem II is ook een leuke club. Als je daar ook stappen mee maakt. En wie weet voor in de toekomst inshallah. Maar je moet gewoon gretig je kans pakken. Vooral op de training moet je het laten zien. De kracht van Dries is. Dit seizoen, hij was toen geblesseerd. Uh,
Sagalan, de Turkse speler, die speelde een beetje een aanvallendere middenvelder. Die stond op zijn positie. Dan hoor je een aantal Willem II supporters al zeggen van, lekker aanvallend, beter. Maar de kenners zien dat Dries is het hart van het middenveld. En als hij er niet is, dan renderen andere spelers voorin minder. Yes. Ik zag ook tegen Heracles, eerste helft heel moeilijk. Want ook toen hij inviel, meteen verandering. Totale verandering. Lons gaat beter voetballen. Trezor gaat beter voetballen. Iedereen gaat voorin beter voetballen. Waarom? Ze weten, daar staat een machine die alles corrigeert. En dat is... En ja, weet je, dat vind ik echt mooi aan jou. Dat je gewoon jezelf blijft. Keihard werkt. Altijd niks. Weet je wel, dus... Ja, jij bent sowieso een meerwaarde, ook voor dit Marokkaanse elftal. Dus dat gaat alleen maar goed komen. Zondag Feyenoord, ook belangrijk. Ja, dat is een heel belangrijke wedstrijd. Kijken jullie naar uit, natuurlijk, zonder supporters, jammer genoeg? Ja, ik kijk er zeker naar uit. Ik kijk naar elke wedstrijd uit, maar inderdaad, ik denk nu toch wel dat het jammer is dat er geen supporters bij zijn. Ik denk toch dat dit de wedstrijden zijn waar de supporters echt een belangrijke rol in spelen. Maar jammer genoeg is het leeg. Dus ik ben benieuwd hoe de wedstrijd gaat verlopen nu. Maar ik kan wel zeggen, wij kunnen toch wel zeggen, wij hoeven niet bang te zijn voor Feyenoord. Nee, ik denk als wij onze niveau halen en gewoon onze kans afmaken, dan wordt het een hele mooie wedstrijd, denk ik. Nou, mooi. Makkie. We hebben goede spelers. Misschien komt het nu goed eruit, maar het kan zomaar zijn dat het... de zondag uitkomt of binnenkort. Dus we gaan het zien. Dit jaar moet je knallen, man. Komt het goed? Je hebt vorig jaar goed gespeeld. Dit jaar gewoon knallen. Ja, was al ik las al dat er interesse was in Italië een tijdje geleden. Dus je wordt in de gaten gehouden. Hij mag nog niet weg. Nog even een jaartje Willem II. Even nog Europees halen. En dan mag je een stap maken. Dries, mag ik jou bedanken? Alsjeblieft, jongen. Dank je wel. En heel veel succes zondag en met Marokko. Geniet ervan. Dankjewel. Ja, dankjewel. Zo knap is het allemaal. Maar ik was nog over Iertaren. Ja. Dus zijn omgeving. Ja, denk van, wat doe je nou allemaal op Instagram? En dan laatste keer weer ook met Spotify, dat hij gaat volgen. En dan, er moet iemand bij hem zijn van, even aan de handrem, van waar ben je mee bezig? Even 10 seconden ademen en kijk... Maar maakt de verkeerde beslissingen nu. En dat werkt ook bijvoorbeeld het hele verleden wat hij heeft gehad natuurlijk met Instagram en die auto's. Dat werkt allemaal tegen op de moment. Dat wordt allemaal erbij gehaald, weet je wel. Zijn mentale capaciteiten zijn gewoon heel minimaal. Ja, maar Rashid, kijk, weet je, in dat soort dingen, ik ga daar vaak, weet je, je hoort dingen, je leest dingen. Maar ik ga heel 80% van de dingen die ik hoor... of lees, want dit soort gevallen, dat had Ziyech, dat had iedereen eigenlijk. En iedereen heeft daar, zeg maar, ja, maar hij doet dit en hij doet dat en hij is arrogant en hij loopt naar zijn schoenen en ja, zijn omgeving is niet goed, weet je. Kijk, voor mij is het gewoon belangrijk op het veld en op de trainingen. En al dat andere... Want als je gaat volgen wat Depay allemaal doet daarnaast en hoe... En ja, maar dat is het probleem, Karim. Als jij niet goed speelt of je speelt niet, dan wordt dat het zwaarder belicht. Dat is het probleem. Kijk, Ziyech, die kwam ook met allemaal van die dingetjes en ook op Instagram heel actief. Prima, maar die jongen laat het wel wekelijks zien. En deze jongen komt pas 5 maanden aankijken... En ja, je wordt gebombardeerd met Instagram dingetjes van hem. En dat wordt nu gewoon zwaarder belicht, omdat hij ook niet speelt. Dat is gewoon normaal. Zo gaat de media eenmaal. Dat is ook. Kijk, tegen. En daar heeft hij hinder van. Kijk, die consequenties die moet hij uiteindelijk dragen. Hij geeft voeding aan iets. En hij krijgt natuurlijk wel de kritiek en alles. Maar ik zeg niet... Daardoor speelt hij niet, weet je. Heeft het met zijn omgeving te maken of met dingen? Nee, dat staat er bij mij even los van. Dat kan wel een oorzaak zijn, maar dat weet ik zeg maar niet. Daar ga ik niet in mee met de menigte wat die allemaal zeggen. Ja. Alleen, de trainer zal waarschijnlijk het gewoon te maken hebben uiteindelijk met... Jij geeft maar 80% of 70% in plaats van 100% op de trainingen. En jij laat het... Jij laat het gewoon niet zien. Jij kan veel meer dan wat je nu laat zien. Kijk, en dan moet hij bij zijn eigen te raden gaan. Heeft het met mijn omgeving te maken?
Heeft het met hoe ik leef te maken? Heeft het met de dingen waar ik mee bezig ben te maken? Ja, dat zijn dingen. Maar ik geef jou wel gelijk. Kijk, hij is 18 jaar, Karim. Hij moet gewoon nederig zijn. Hij heeft de nummer 10 gekregen van PSV. Maar PSV is ook deels ook verantwoordelijk, hoor, hiervoor. Want die hebben hem ook natuurlijk op een voetstuk geplaatst. Maar hij moet wel even kunnen schakelen. Oké, nederig zijn. Ik ben de nummer 10 en ik moet ook keihard werken. Ik kan me herinneren dat Afellay op die leeftijd... Die was nog niet met dit soort duiven. Het is natuurlijk een andere tijd. Mm-hmm. Maar ja, het werkt gewoon al dat social media, dat gehouden hoer, dat werkt gewoon tegen. En ja. hij moet zijn voeten gewoon spreken. En keihard trainen. Hij is er nog lang niet. Maar zo'n Afellay bijvoorbeeld, kijk, als je daar die vergelijking mee wil maken, dat klopt. En in die leeftijd, maar vergeet niet dat er op het veld zaten wel mannetjes om hem heen, hè? En dan heb jij een Cocu aan die kant en een Van Bommel aan die kant. En die houden jou wel even in toom. Maar als je gaat kijken bij PSV, hij is net 18. Wie heeft hij om zich heen? Wie kan hem? Er zijn allemaal leeftijdsgenoten, zeg maar, net iets ouder. 20 toen hij in de B speelde hun in de A misschien. Weet je? En dan heb je jongens die geen Nederlands kunnen spreken, zeg maar, hè, in een andere taal. Dus die omgeving is ook belangrijk. Hè? En Afellay had het geluk dat hij wel die jongens om zich heen had. Ja. Ik denk dat de oplossing vaak op het veld te vinden is. Want die mensen die kunnen jou echt terechtstellen van... Hey, luister eens, wat jij nu doet is gewoon verkeerd. En doe dit, doe dat, luister even naar de trainer. We hebben het beste met je voor. Dat soort gesprekken, weet je wel. Dat is vaak op het veld. En ik denk dat hij dat, denk ik, ook wel een beetje mist op het veld. Gewoon het veld die hem terecht kunnen wijzen. Voorzitter, ik zie jou heel doordringend kijken. Geen interesse. Brand los. Ik ben IHT daar een beetje moe, man. Ja, waarom? Wanneer wordt hij opgeroepen voor Marokko? Zoals we weten heeft Tarek dat de wereld ingebracht. Ja, kijk. Ja, kijk, ik heb heel veel respect voor Tarek, goede vriend, geen problemen mee, maar ja, dat nieuws, dat klopt denk ik niet. Ik weet niet wat voor bronnen hij heeft, maar dat de Marokkaanse bond bezig is of met IHTAR en dat al helemaal niet. Die zijn die zaak al lang vergeten. En ja, Mohamed IHTAR, ik zeg je heel eerlijk, de laatste week gaat het alleen maar over Mohamed, 8 kilo, Mohamed dit, Mohamed dat, Mohamed dit. Ik ben het wel een beetje zat, morgen komt de selectie van het Nederlandse elftal uit. Wou ik net zeggen. En als hij er niet in zit, ja, dan krijg je weer honderden berichten. Ja, Lakhja is in Amsterdam, Lakhja dit, Marokko dat, Marokko dit. Maar ja, ik weet niet eens of hij het verdient om het Nederlands elftal op dit moment te... Ja, absoluut niet. Tuurlijk niet. Nou, Rashid zegt dat duidelijk absoluut Rashid, niet. Rashid. Wat zeg jij? Zou jij hem selecteren als je Frank de Boer bent? Of denk jij dat Frank de Boer hem selecteert? Ik denk het niet. Niet. Rashid, wat denk jij? Ja, dat is een hij, van, diep van binnen absoluut wil hij hem niet oproepen. Maar hij weet gewoon dat de publieke opinie wil natuurlijk wel dat hij opgeroepen gaat worden. Kijk maar, voetbal in Zuid-Wim en die gekke Derks. Die heeft er ook met druk op gelegd. Van de Gijp, ja. Dus hij zit zwaar in een spagaat op dit moment. Maar ik denk uiteindelijk dat hij toch die koppigheid, die nou, dat hij gewoon zegt van nee, ik ga hem niet oproepen. Karim? Ik denk het wel. Ik denk wel dat hij hem gaat oproepen, ja. Ze spelen ook tegen Mexico vriendschappelijk, ja. Hè? Ja, ze hebben... Nee, Nederland heeft het lesje wel geleerd. Ja, ik denk wel dat... Ja, ik moet... ja, ik denk ook wel dat ze hem gaan oproepen. En dan komt het natuurlijk onder het mom van... die jongen die... dat is een geweldige voetballer en die moet even in een andere sfeer. Wij helpen hem. Maar kun je heel hypocriet zijn, hoor. Echt waar. Maar zo gaan ze het wel naar buiten brengen. En natuurlijk, wat Rashid zegt, daar is ook publieke opinie. Want iedereen weet, die Marokkanen die kunnen zo in één keer hup omdraaien. En die gaan naar het Marokkaanse elftal. En die roepen wel. Opeens kwam Derks ook weer met de Marokkaanse trots. Hè? Van ja, die Marokkaanse jongens, die moet je nog eventjes... Ja, die moet je niet vernederen, et cetera, et cetera. Weet je wat, ze zijn gewoon bang. Ze zijn gewoon bang. Ja. Hij heeft niet nodig, maar ze zijn gewoon bang. Ik hoop dat hij wordt opgeroepen. Ja? Ja. En dat hij meteen alle drie de wedstrijden een paar minuten mag spelen. Eentje, we er klaar mee. Eentje is genoeg, hè? Eentje is genoeg.
Moeten we 3 jaar wachten? Ja, moet je 3 jaar wachten. Oh, je wil er meteen vanaf. Hebben we meteen 3 jaar even rust, weet je? Zijn we er klaar mee? Was klaar mee? Kunnen we ons... Hij moet gewoon een paar jaar kijk, weet je, vanuit die jongen, die gaat echt niet, veranderen. Dus kijk, die illusie moeten wij niet hebben van... kijk, Mounir, uiteindelijk, wanneer verandert hij van keuze? Een aantal jaren later. Toen merkte hij van die Spaanse elftal, die gaat mij echt niet meer oproepen. Daar zijn gewoon te veel goede spelers. En bij Ihattaren, hij is pas 18. En die zal ze gaan schrijven. Al gaat hij niet spelen, hij gaat echt niet in één keer veranderen. Hij heeft de keuze gemaakt en... kijk, die moeten wij gewoon, gewoon accepteren. En ik wens hem heel veel succes. Het is prima als hij voor het Nederlands elftal, geloof me, ik ben net zo trots als hij voor het Nederlands elftal. Uiteindelijk zulke spelers, als ze maar de basis halen. En als hij de basis speelt, en dan is het prima. Ik vind het veel erger voor de jongens die... Er zijn genoeg jongens in het verleden. En dat is ook een hele discussiepunt geweest in Nederland. Ja, maar ze moeten voor Nederland kiezen. En ze zijn hier geboren. En ze hebben genoten van de opleiding. Dan heb ik het over jongens als Osman Bakal. In Nederland. We hebben Boussata vroeger gehad. We hebben dingen. En dan spelen ze... Dan gaan ze niet terugkijken naar hun interland carrière. En dan zien ze 1 wedstrijdje met 3 minuutjes of zo gespeeld. Is dat waar... Je had 60 interlands kunnen spelen, maar wat heeft Nederland er ook aan gehad? Nederland is alleen bang dat ze eventueel misschien een talentje mis gaan lopen, net zoals nu met Ziyech. Dat is echt een voorbeeldje die ze echt nodig hadden. Maar we hebben heel veel spelers gehad die dan gewoon voor Nederland kiezen, maar die uiteindelijk die interlands ook niet halen. Dus Nederland heeft er niks aan en Marokko heeft er uiteindelijk ook niks aan. Nee, en de vraag is ook wel natuurlijk... Is Ihattaren nog goed genoeg op dit moment om voor Nederland te spelen, maar ook om voor Marokko te spelen? Ik bedoel, ja, de Ihattaren die je nu ziet, is ook niet goed genoeg voor Marokko, met alle respect. Op dit moment moet er iets veranderen bij hem. Hij heeft zijn laatste goede wedstrijd, ja, was voor de winterstop. Echt, toen was hij echt goed. Na de winterstop stak het al steeds een beetje in en dat lag ook niet alleen aan hem, maar ook aan PSV. Speelde hij ook in die wedstrijd tegen Willem II dat ze een pak slaag krijgen, PSV? 4-0 of zo? Was het afgelopen seizoen? Volgens mij was dat al een afgelopen jaar. Seizoen, ja, dat was afgelopen seizoen. Willem II gaf ze een geweldige pak slaag. 4-0 dacht ik of zo. Ik kan me wel herinneren het jaar daarvoor. 5-1, 5-0 zelfs. Uit, bij PSV bedoel je of thuis? Nee, bij PSV. Nee, dat is al langer. Was niet vorig jaar. Oké. Okay. Nee, dat was al langer. Nee, toen deed hij nog niet mee. Jongens, ik heb een vraagje van Foos. Wat denk je van jou wil ik ook even weten, El Ghazi, wat denk je? Gaat hij nog steeds die koppigheid blijven behouden of moet hij zelf kenma maken, denk je, van ik heb spijt betuigen dat hij wel voor Marokko zou willen uitkomen, want die jongen is gewoon kansloos? Of? Ik denk zelf dat Marokko hem niet gaat oproepen, zolang hij geen spijt betuigt. Hij moet echt net als Mounir El Haddadi naar buiten komen van... ik heb spijt van mijn keuze, ik wil nou voor het Marokkaanse elftal spelen. Kijk, Haddadi is natuurlijk geflasht, hè? Die is natuurlijk zwaar onder druk gezet, we weten het hele verhaal. Maar El Ghazi, en Haddadi heeft zich vrij redelijk normaal geuit over Marokko. En El Ghazi heeft een paar interviews gehad dat hij best wat denigrerend deed over Marokko en... weet je hoor, net als het niks is en een beetje bij de hand. Maar ja, gaat hij denk je terugkrabbelen? Ik vind het wel jammer hoor, want kijk, het is natuurlijk wel een speler met, qua fysiek en zo, past hij wel goed met het Afrikaanse voetbal. Het is echt een beest van een gozer. Ja, hij moet zelf willen, ja. En dan zou hij een van de spelers zijn die een kans maakt op Malka zelf. Dat denk ik dan. Hij speelt niet bij Sevilla. Hij gaat waarschijnlijk naar Olympiakos, hoor ik. Ja, dat zei Youssef. Ik volg zulke spelers. Oh, ja. Dus, moet even afwachten. Jongens, even naar Champions League. Laat ik beginnen met de pool van Ajax meteen. Liverpool, Atalanta, Midtjylland. Ik heb net getraind met voetballen en er was echt een discussie. Nou, en ook in de voetbal-appgroep trouwens. Iedereen denkt Atalanta... gaat boven Ajax eindigen. Nee. Ik denk echt dat Ajax boven Atalanta gaat eindigen. Ajax. Ik,
Ik denk maar dat Bjelta nog een pak slagen te krijgen ook nog van Ajax op een of andere manier. Echt waar. Die hebben echt een goede team nu op dit moment draai. Dus Atlanta is ook geweldig hoor. Spelen heel leuk voetbal met die trainer. Maar ja, ik denk dat Ajax kwalitatief gezien is Ajax gewoon beter. Maar Atlanta weer meer als team, als collectief. Ja. Wat vinden jullie van die Anthony? Anthony. Ik vind het een geweldige speler hoor. Goed, maar ik vind Kudus nog beter. Ja, maar Koen is een compleet andere speler. Ja, weet ik. Tuurlijk, maar dynamischer. Die kan een elftal helemaal... Die kan echt groot worden. Die moment Kudus kan echt groot worden. Ik hoop het echt, want ik kan me nog Eno herinneren. Eno, toen hij net bij Ajax kwam. Was hij ook de eerste 3 maanden speelde echt geweldig. Je kent hem nog wel. Deze is echt 10 keer beter dan Eno. Ja, maar komt ook uit Denemarken uit het niets. Dus je weet... Die Afrikanen kunnen opeens een... Hij is international. Gaan deze international, hè? Ja, maar... Je weet ook niet wat nou zijn echte reële leeftijd is natuurlijk, maar het is een geweldige voetballer inderdaad. En heel dynamisch. Twijfel je over zijn leeftijd? Nee, maar je moet niet weten op die Afrikaanse van Nigeria, Ghana, joh. Misschien is hij al 35, heeft hij al 3 kinderen in. Hij heeft een jong kopje. Ja, maar Anthony vind ik echt een geweldige speler. Echt Braziliaans, bravoer, past perfect bij IJs. Nee, Ajax heeft echt goed ingekocht. Die hebben gewoon toch wel goed opgevangen met het verlies van Ziyech en zomaar. Ja, Ziyech, Van der Beek. Ik denk Van der Beek met Kudus zijn ze beter af. Die vind ik echt wel beter dan Van der Beek. Nou gaat dan... Ik moet zeggen, Mazraoui, ik ben heel kritisch over hem geweest de afgelopen keren dat ik uitgenodigd ben. Maar ik vond hem de laatste 2 wedstrijden, vond ik hem subliem spelen. Heel goed tech. Ja, maar ik... Echt goed spelen, maar dat is de Eredivisie. En ik hoop dat hij het gewoon zo gaat houden. Ja. En dat hij dit niveau gaat behouden. En ook gewoon niet zijn man laten lopen. Daar blijf ik kritisch over. Maar hij heeft echt een goede indruk achtergelaten. Hij is echt gewoon fit. Hij is een Mazraoui van 1,5 jaar geleden en hij is gewoon fit. En als hij fit is, maakt het niet uit of hij Europees speelt, Eredivisie, Marokkaans elftal. Want hij heeft gewoon een bepaalde stijl van spelen. Maakt niet uit tegen wie die speelt. En hij is voetballend zo sterk. En snapt het speltje vooruit vooral. Dus die schakel met de buitenspeler. Steekballen, assist, achterlijn halen. Goede voorzetjes geven. Ja. Nee, maar zou... En je rekent spelers ook af op het allerhoogste niveau. Daarom korte bruggen zeg maar naar die Saudi-Arabië. Kijk, Mazraoui in de Champions League... Hij heeft die geweldig gespeeld, hè? Zeker. Tegen de topspelers. Ja. En dan zie je eigenlijk de spelers die echt goed zijn, die groeien in zulke wedstrijden. Zeker. Ja. Dan net even die staander. En mensen die net zeg maar een beetje goed genoeg zijn voor de Eredivisie, die zie je dan al heel snel in de Champions League gaan bezwijken. Ja. Hij heeft ook heel veel moeite als hij tegen een buitenspeler komt die heel veel snelheid heeft. Dan heeft hij gewoon moeite. Maar dat heeft iedereen. Dat heeft nee. Dat doe jij. Jij zegt het toen het de Marokkaanse internationale is. Maar je moet daar goed naar kijken. Hij heeft daar die timing niet voor. De snelheid, laat eens gewoon. Als je geen snelheid hebt, dan moet je het op een andere manier corrigeren. Hij is snel hoor. Hij is echt wel snel. We hebben het gezien tegen Real Madrid ook. Als hij sneller speelt tegen... En maar in Afrika kan er ook weer zo'n nummer 7 zijn... die als in 10 seconden naar de overkant is. Nou, ik bedoel, dan moet je wel kunnen corrigeren. Maar dat geldt ook voor Hakimi, dat geldt voor elke back. Kijk, je hebt het over Real Madrid. Ja, Real Madrid heeft in principe de beste buitenspelers van de wereld. Ja, tuurlijk kun je... Maar dan moet je niet bagatelliseren. Het is wel bij hem een heikel punt, hoor. Het is een buitenspeler is. Hè? Het is ook gewoon een voorhoedenspeler. Ja. Omgeturnd is naar... Ja. Het is eigenlijk een rechtshalf. Het is een allrounder, ja. Denk ik nog, als minpuntje zou kunnen zeggen, is van... Je bent niet verdediger. Ja, dat hoeft ook niet als jij systeem speelt. Nee. En je speelt met een... Kijk, Alvarez speelt daar een beetje rechtshalf controlerend. Zoals Sofyan Amrabat met Marokkaans elftal dingen voor Hakimi gaat doen. Ja. Als je daar gewoon een behoudende middenvelder hebt... En je moet een duo centraal achterin hebben die ook uitstapt. Kijk, aanvallend is hij gevaarlijker. Maar dat is ook de kracht van zo'n... We gaan het straks zien. Komt hij tegen Mané, hè? Tegenover Mané te staan, met die snelheid. Dan moet je dat corrigeren. Hij was snel, maar er is altijd een spel die sneller is. Maar dan moet je dat kunnen corrigeren. Dus die hand erop kunnen plaatsen. Wanneer je weet van, oké, hij gaat nu. Ik ga met hem mee.
En het komt wel eens bij hem voor, vooral dan anderhalf jaar geleden, dat hij gewoon, ja, hij wist niet waar zijn mannetje was. Dat heeft niet tegenover elkaar, niet door elkaar. Oh. Hij gaat twee keer tegen Mané spelen. Hij heeft nou bij Marokko vriendschappelijk. Kan hij even inkomen als dat voor Champions League? Klopt. Kenny, wat zou je zeggen? Ik wou zeggen, kijk, we kunnen al die vergelijkingen maken tegen Mané. Maar wie wil je dan tegenover Mané zetten op volle snelheid? Bij het Marokkaanse elftal. En al die verdedigers maar op. Nee, ik geef nu gewoon een voorbeeld van waar zijn mankementen naar voren kunnen komen. Ja, maar niemand is perfect, weet je. Kijk, moet, de kracht van een speler is om je positieve kanten te benutten. En dat is een aanvallend spel. Ik bedoel, daar zijn we het over eens. Aanvallend is hij supersterk en gevaarlijk. En de meerwaarde, ja. Kijk, en als je verdedigt, natuurlijk, ik bedoel, niemand... Kijk, De Ligt, die maakt ook wel eens foutjes. Zelfs Van Dijk onlangs twee grote foutjes in twee wedstrijden. Ja, weet je, dat hoort ook bij het voetbal, hè? Ik bedoel, Nee, dat klopt. Je hebt niet zoveel backs die ook heel goed kunnen verdedigen. Kijk, hij maakt bijvoorbeeld heel veel mooie slidings. Dat is allemaal correct. Je had in het verleden alleen maar Zanetti. Die was verdedigend en aanvallend gewoon perfect. Snap je? Maar dat komt bijna niet voor. Maar kijk, hij is een back. En je ziet het met Dest. Backs zijn gewoon zo. Goede backs zijn gewoon heel moeilijk te vinden. En daarom, als hij zich gewoon verder ontwikkelt, gaat hij gewoon een grote club krijgen. Sowieso. En Nordin Amrabat gaf toevallig een beetje gekscherend aan over Bayern München. Ja, ik zie hem gewoon bij Bayern München mee kunnen. Want die spelen altijd aan de helft van de tegenstander, heel diep. Waarom niet? Nee, absoluut. Ik bedoel, kijk, hoe beter jij bij een club speelt, hoe minder de tegenstander. Dus hoe minder jij goede tegenstanders tegenkrijgt. Dus nee, dat... Ja, ze gaan sowieso niet in de Champions League voor Kluiber kiezen. Dus, Nee, kijk, Kluiber is een goede backup, is een harde werker. Ja. Maar voetballen natuurlijk 80 keer minder. Ik bedoel... Ja. Je ziet zo'n Dest, zie je nou naar Barcelona gaan. Maar ze hebben heel lang, heeft Mazraoui gewoon gespeeld en Dest reserve, afgelopen nog. Die deden niet veel voor elkaar onder. Dan was het, Mazraoui was meer, eigenlijk als hij erna zat, dan was hij geblesseerd. Ja. Dan moest hij weer terugkomen. Maar in principe koos Ten Hag eigenlijk vaker voor Mazraoui dan voor Dest, ook in de Champions League. Klopt. En die jongen die zie je nou bij Barcelona. Ik zie Mazraoui ook gewoon nog bij een topclub na Ajax spelen. Ja, we hebben gewoon geluk met de backs bij Marokkaan zelf. Dat is daar... Rechtsbacks. De linksbacks nog niet, maar de rechtsbacks wel. Ja, hoe heet die Mazraoui? En Hakimi speelt... Ja, ook rechtsback. Ja, die gaat dan rechtsbuiten spelen, een beetje rechtshalf. Ja. Maar linksback is een probleempje voor ons. Okay, ja. Daar hebben we nog niet echt... Ja, Mazraoui speelt ook gewoon bij Ajax dan op het middenveld. Als er iemand geblesseerd raakt, dan zit hij zo om. En dan gaat Mazraoui in één keer op het middenveld spelen. Hij kan, in principe kan hij gewoon drie posities kan die bekleden. Ja, klopt. Dat heeft wel laten zien vorig jaar dat middenveld is niet zijn positie. Daar handelde hij iets te traag voor. Hij moet gewoon lekker aan die zijkant spelen. Daar is hij gewoon het beste. En ik wil een andere pool even uitlichten. Die ik wel interessant vind. Groep E, Sevilla, Chelsea, Krasnodar en Rennes. Drie ploegen met veel Marokkanen. Ja. Fantastisch voor Naïf Agent. Ja. Tegen zulke clubs echt mooi. Ik vind het vooral mooi als de jongen is die opgeleid is in Marokko en dan in de Champions League. Leuk toch? Ja. Voor de jongens die opgeleid in Europa, ja, die kunnen het wel verwachten dat ze ooit misschien in de Champions League gaan spelen. Maar bijvoorbeeld bij Sevilla heb je Bounou en Nseri. Ja, ik hoop echt dat het team gaat draaien over 10 jaar of zo. Dat onze teams gewoon voor de helft uit Marokkaanse spelers uit Marokko die opgeleid zijn. Het is toch een hele andere... je weet nooit hoe die volgende generatie over Marokko gaat denken. En hoe hun hart ligt, weet je wel. Dat ze uiteindelijk voor Marokko gaan kiezen. Is toch heel anders dan een speler die helemaal losgaat voor het land. Hè, die een band heeft. Kijk naar Handala, die is ook opgegroeid in Marokko, toch? Klopt. Ja, hij sms me trouwens net, post. Hij zei bedankt dat je het voor me opneemt en zo. Dankjewel. Ik ga even nog op mijn banken. maar jongens, Sevilla, Chelsea, ja, Krasnodar vind ik. Maar Ren, ik bedoel, ja, normaal zou je zeggen Sevilla, Chelsea. Maar ik heb Ren vorig jaar ook gezien tegen Arsenal. Dat is een goede ploeg hoor, Ren.
Topteam. Ja, ja, topteam. Ze hebben ook een paar goede middenvelders, jongen. Echt, altijd weer een paar Malinese zijn er gelezen. Beren van hun gasten. Het is een heel goed collectief. Gewoon echt een goed team, hoor. Daar gaan ze het echt daar gaan ze het moeilijk mee krijgen. Ja, ja. Voor die tweede plek. Want ik ga er wel vanuit dat uiteindelijk Chelsea wel... Ja? Boven Sevilla? Ja, uiteindelijk op kwaliteit moet. Als het team weer helemaal volledig... ja, nee, jawel. Maar Sevilla is echt een leuke elftal. Sevilla is echt een leuke elftal. Wie? Ja, Sevilla heeft echt een leuke elftal. Ja, absoluut hebben ze een goede elftal. Maar ik vind de verdediging niet geweldig. Alleen met uitzondering van dit ene jongen, die Cameroonese jongen. Maar die Braziliaan ben ik niet van overtuigd, die naast hem staat. Die maakt ook weer fouten daar, ook altijd penalties tegen. Wel topkeeper, hè? Ja, sowieso. Ja, maar dat is een uitgemaakte pool, joh. De Chelsea en Sevilla. En ja. uiteindelijk komen die Fransen komen altijd tekort. Kijk, als je in die rijtje een Lyon erbij zou zetten... Ah, dan, Lyon half finale, hè, vorig jaar. Ja, maar dan zou je zeggen van... Oké, weet je, dan gaat het echt even om die tweede plek. Maar Rennes, die zal het leuk doen en die zal heus wel een paar puntjes pakken van sommige ploegen, maar... Uiteindelijk wordt het gewoon een nummer 3 of nummer 4 zelf. Lille won gewoon 3-0 van Chelsea, hè, vorig jaar. Ja. Ja, ze pil je gewoon een klein Marokko. Ging Chelsea door, toch? Ja, uiteindelijk wel, ja. Maar, daar gaat het uiteindelijk om. Uiteindelijk, je speelt 6 wedstrijden en dan moet je 6 wedstrijden volhouden. Ja. Jongens, ik wil afsluiten. Hakimi tegen Real Madrid. Daar hoop ik echt dat die gaat vlammen. Dat ze echt spijt gaan krijgen. Norden, ik had wel verwacht dat je zou zeggen... een leuke wedstrijd, Messi tegen Ronaldo. Maar... Ja, oh ja. Het is goed dat je zegt, ja. Ik heb die pool... Ja, maar tuurlijk, Juventus, Barcelona, top. Maar Kiev, Ferencváros, dan denk ik... Nee, gaat even niet om die andere twee. Ah, Messi, Ronaldo, zeker, zeker. Moeten we weer even tegen elkaar spelen. Wie gaat die winnen, Messi of Ronaldo? Ik hoop Ronaldo. Karim? Nee, ik ben Messi kant. Ik kan me niet voor beide, maar... Voorwes? 2 gelijke spellen. Ook mooi. Ja. En een akkoordje. Afsluit, jongens, met de belangrijkste competitie van de wereld. Botola. Pro. Zie ik iemand lachen, hè, toch? Pas op, hè. Serieus nemen, jongens. Het is onze trots. Ik hoop dat mijn clubje derde gaat worden. Jouw clubje is? Hoe is dat? Ja, die trouwens... Maar dat is wel bijzonder, hè? Wujda, top. Birken, top. Ja, het zijn buren van elkaar. Birken is eigenlijk het kleine stadje van ja, Wujda. Die lachen wij normaal gesproken uit. Mijn moeder komt uit Wujda, dus ik ben vaak in Wujda geweest. Ik ben zelfs in het stadion van Mouloudia Wujda geweest. Hij weet niet dat ik uit Birken kom, hè? Hè? Hij weet niet dat ik uit Birken kom, hè? Nee, daarom. Kenny komt uit Birken niet. Hadden vandaag of gisteren eerste kunnen staan als ze gisteren hadden gewonnen. Ze verloren helaas van een club waar ik nooit van had gehoord. Zmemra. Ja. Hoe? Zmemra. Zmemra. Heet het plaatsje ook zo, Zmemra? Dat is een goede club, hoor. Waar zit dat ergens? Bij hoe heet die? Bij Gripka in de buurt. Tussen Gripka en Zidida, dacht ik. Okay. Klein dorpje. Nou, in ieder geval thuis verloren. Sektiwi, die kent natuurlijk allemaal tijd. Sektiwi, oud-speler van Porto, Verwoon 2 vooral, AZ. Zou ontslagen worden of niet, Voorwes? Jij hebt net de voorzitter gesproken. Wat gaat het worden? Nee, kijk, ze hadden gisteren met 2-1 verloren. En ze hadden eerder al tegen hun gespeeld in de competitie. Toen hadden ze met 5-0 van hen verloren. Oh, dat is echt een angstgegner. Ja, Zmemra won toen met 5-0 van Birken. En gisteren met 2-1. En wat er gisteren eigenlijk is gebeurd, is als Birken gisteren had gewonnen, dan stonden ze eerste. Ja. Wat heeft Tarik Sektoui gedaan? Die is met het tweede elftal begonnen, omdat ze zondag tegen Raja spelen. Echt? Klopt, ja. En die heeft Mohsen Yajor, Hedref en ja, gewoon hun A-elftal op de bank gezet. Oei, dat is dom. Ja, en dan verlies je gewoon met 2-1. En na de wedstrijd waren MT ook in de media van Tarik Sektoui gaan ze ontslaan. Tarik Sektoui gaat niet meer verder. Maar ik denk dat zondag de laatste kans is voor Tarik Sektoui. En als die zondag minstens als die zondag verliest, ligt hij denk ik eruit. Dan sturen ze hem echt weg. Hoeveel wedstrijden nog?
nog, als ik me niet vergis... Drie. Nog drie wedstrijden, ja. Ja. En ze staan 2 punten achter nummer 1? Even... 3 punten. 3? Ja, Raja had, dacht ik, 53. Ja. Wiedert had, dacht ik, zelfde... Nee, 52 en Brugge 50. Ja, maar in Marokko kijken ze aan het einde niet naar de doelsaldo's, hè? Nee. Nee, want Raja heeft nu wel 18 plus en Brugge 8 plus. Maar stel dat Brugge zondag wint, dan staan ze eerst, want ze kijken naar de onderlinge resultaten. Ja, klopt. Maar even kijken, Birken moet tegen Wydad. Raja. Raja. Uit. Tegen de koploper. Als ze die wint, zijn ze meteen eerste. Nee, maar met Wydad staat op tweede, toch? Ja, die heeft 2-5, klopt. Ja, die kunnen ook misschien winnen. Die moeten tegen, als ik me niet vergis, moeten die tegen Agadir uit. Leuke spanning. Doen ze daar ook schakelprogramma? Dat wil ik best een keertje kijken. Als ja, zo, dacht het wel, ja. Want ze spelen allemaal om 8 uur. Ja? Ja. Het mooiste is, elke wedstrijd wordt op een kanaal uitgezonden. Dus El Ola, Riyadia, die Temezir TV en nog die andere kanalen. Er wordt gewoon alle wedstrijden. Wat wel zo is, is de wedstrijd van Raja en Berkane. Dacht ik om 7 uur. En Wydad tegen Agadir is ook om 7 uur. En die zijn gewoon nog bij Riyadia. Het is allemaal om 8 uur. Het is allemaal 8 uur. Het is allemaal rechtrokken. Allemaal 8 uur. Is goed. Nee, ik heb net gekeken. Alleen de wedstrijd van Raja tegen Dingen. Tegen, hoe heet dat? Berkane is om 8 uur. En die van Wydad tegen Agadir. Maar het moeilijkste programma heeft Raja. Ja? Ja, want die spelen tegen Berkane. En daarna tegen Gribga. Gribga speelt om degradatie. En dan spelen ze de laatste wedstrijd klassieker tegen Farabat. Leuk, man. Ja, klopt. Zijn er nog Nederlanders die in de top meedoen? Ja, Ilias Hiddet. Ja, op de bank bij Raja. Op de bank, oké. Okay. En je hebt bij Tanja heb je nog een jongen. En ja, Tanja, echt verrassend, die stond de laatste of zo. Ja, die zijn allemaal geklommen weer, ja. Na de corona hebben ze van iedereen gewonnen. Die hebben zelfs Raja in Casablanca verslagen. Zo. Ja. Ja, het is echt een bizarre competitie. Ook die onderlinge punten. Hè? Bijvoorbeeld als je nummer 8 bent en je wint de wedstrijd. Want het is daar heel veel gelijk spel natuurlijk iedere week. Dan kan je in één keer boef naar de vierde plek stroom. Het ligt heel dicht bij elkaar. Alleen maar Benimmerland, die staat echt met heel lage punten. Ik dacht 11 of 13. Die is al gedegradeerd. Maar daarboven, vanaf Gribga, die kan iedereen van elkaar winnen. En het scheelt helemaal niet zoveel punten voor elkaar. Ja, als ik me niet vergis, van plaats 8 tot en met 16 kan nog degraderen. Ja, dat is ook bizar. Dat kan toch alleen in Marokko? Dat wij nu sowieso nog... Dat wij eigenlijk in feite nog het seizoen 2019-2020 nog spelen. Oh ja, nu zegt... Laatste competitie ter wereld gewoon. De kijker die denkt van... Huh? Zijn ze nu al aan... Zijn ze zo snel in Marokko? Maar ze voetballen nog het seizoen van vorig jaar. Ja, en ze gaan een maand later... Gaan ze meteen starten weer of zo. Of 2 weken of 3 weken of zo. Ja, Wahid mocht ook geen spelers uit Botola selecteren. Ja, daar was ik wel blij mee. Eerlijk gezegd. Of ja? Ja, hebben we bijvoorbeeld Badr Benum selecteren, die centrale verdediger van Raja. Ja. In plaats van iemand anders, bijvoorbeeld van... Nou, maar ik vind zo'n Al-Kati, kun je altijd oproepen. Die kan altijd mee. Ja, maar die is toch niet beter dan alle spelers die ze nu hebben opgeroepen? Huh? El-Kabi is wel terug naar Wydad. Hè? Huh? El-Kabi? Ja. Die is terug naar de Marokkaanse competitie. Ja. Die gaat bij Wydad spelen. Ik vind het doodzonde die El-Kabi... Die had gewoon bij Willem II, bij de Eredivisie, die had gewoon een paar goals kunnen scoren, hoor. Film. We hebben nu wel een goede Pavlidis, hè? Weet je, die Pavlidis heb een afgekeurde Griek. Die is zo goed, hoor. Dat zegt genoeg over de competitie, Nordin. Ja, die kan niet voetballen, joh. Nu gaan ze een Israëliër halen, PSV van 35. Hè, die scoren in China. Nou, hij scoorde wel vandaag. Nee, maar Kabi, met alle respect, ik heb hem gezien op het WK, op de trainingen. Die heeft gewoon een jaartje gehad dat hij alles wat hij raakte, ging erin. Maar die kan niet voetballen. Echt niet, die kan niet voetballen. Even kijken. Één ding. Wat ik de muziek kan ook niet voetballen. Wat zei je? Ik zei, Frank de muziek kon ook niet voetballen. Nee, die kan ook niet voetballen. Maar jij vindt de KB wel goede voetballer? Ja, als hij kan scoren, als hij gewoon... Ja.
Kijk, hij heeft niet geweldig technieken, maar als je op de juiste positie staat, neusje voor de goal, ja, prima. Ja, in China heeft hij het ook niet echt gered, hè? Nou, in het begin, hij begon best wel goed, toch, Foos? Hij scoorde best wel in het eerste seizoen, toch? Hij heeft heel veel gescoord in China, heel veel gescoord, hoor. En daarna op een gegeven moment... Misschien wel meer dan die Israëlische spits van PSV, maar ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Zat hij niet bij die Italiaan, bij... Graziano Pelle. Ja, Graziano Pelle. En Mascherano. Ja. Oké. Okay. Ja, jammer. Maar goed geld verdiend, toch? Dus dat is prima voor die jongen. Ik vroeg jij nog, Fawaz, dat vond ik wel opvallend aan Marokko. Nu is Birken bijvoorbeeld een klein stadje, opeens topploeg. Een paar jaar geleden hadden we Tetouan topploeg, Tanja topploeg. Het wisselt heel erg, hè. Ik bedoel, we hebben Wydad en Raja zijn altijd topploegen. Maar je hebt van die kleine steden, in ieder geval ploegen, die uit het niets opeens heel groot worden. Maar dan hoor eigenlijk een paar jaar later bij wijze van kunnen degraderen. Maar bij Berkane heb ik het gevoel dat het wel gestructureerder is dan bij Tetouan en dan bij Tanja. Okay. Tanja, als je heel eerlijk bent, toen ze kampioen werden, dat lag meer aan Wydad die tweede werd dan aan Tanja zelf. Hmm. Ze hadden ook niet echt hele goede spelers voor Tanja. Hmm. Tetouan was gewoon geld neerleggen. Geld. Ja, maar die hebben die financier, die Abrone, die heeft veel geld. En Berkane, wat je zegt, Foos, je hebt wel gelijk. Die zijn denk ik nu al 7 jaar al bezig om een structuur te leggen met Lacazette daarvoor al. En stapje voor stapje maken, zijn ze steeds beter gaan spelen, weet je wel. Maar het is in feite wel een kleine club. Hij heeft geen verleden in het Marokkaans voetbal. Niet bijvoorbeeld als de grote broer Ouizda. Kampioen geweest, heel vaak de cup gewonnen, weet je wel. Dat was vroeger gewoon een heel stabiele club. Maar Berkane en Gremka was vroeger ook een club die altijd wel in de top 5 zat. Heel veel geld natuurlijk, met het fosfaat, met OCP die erachter zit. Maar je hebt wel gelijk, je ziet heel veel van die kleine clubjes die het nu heel goed doen. Ja, Berkane bijvoorbeeld. Je ziet het nou met Tarek Sektioui, hè. Ik weet zeker, als het Raja of een Wydad was, dan hadden ze de trainer ontslagen. Wydad heeft dit seizoen al 5 trainers ontslagen. Ja, in de hele Marokkaanse competitie, 16 clubs, zijn al 24 trainers ontslagen. Alleen Ouijda, nog een andere club. We hebben die Algerijnen, die oude bondscoach. Die 4-0 had verloren van Marokko. Bij Berkane zie je ook gewoon, buiten de Botola om, ze staan ook hun mannetje in Afrika. Berkane, als ze zo blijven doorgaan, die gaan echt verrassen in Afrika. Ze hebben van alle topclubs in Afrika, hebben ze thuis gewonnen. Ja. Even over Afrika. Zitten we in de Champions League van Afrika ook nog het seizoen vorig jaar of is dat al afgerond? Vorig jaar. En in welke ronde zitten we nu? Halve finale. Halve finale, 2 clubs ook. Wie? Raja moet tegen... Tegen een Egyptische club, toch? Tegen niet tegen Zemmer? Ja, en Ouida tegen de Ahli. Ja. En in de Afrikaanse Confederations Cup, dus de... Agadir nog, dacht ik. Europa League. Agadir tegen Berkane, halve finale. En die wordt gespeeld Berkane? Ja, en die wordt gespeeld in Marokko. Wauw. Jammer dat ze tegen elkaar moeten. Ja, maar daarom moet je het niet onderschatten, Nordin. De Marokkaanse teams doen het nu de afgelopen 5 jaar echt top. Hè? Daarom zijn we, ik dacht dat we zelfs de beste competitie zijn geworden, toch? Genomineerd. We staan op de competitie, toch? Hoe noemen ze dat? Die Koufini-lijst of zo? Ja, conferentielijst, ja. Daar staat... Halve finale, snap ik bedoel? Dus, staan we daar voor? Daar staat Marokko op nummer 1. Serieus? Ja. Dus Marokko is eigenlijk het Engeland van Europa? Klopt, en bij Marokko is het zo, ook die kleine clubs doen het heel goed in Afrika. Ja, okay. Zo'n Berkane, die thuis dan wint van zo'n Zamalek. Zamalek bestaat alleen maar uit internationals van Egypte en zo. Ja. Terwijl als een kleine club uit Egypte tegen een topclub uit Marokko moet, ja, die Marokkaanse club die geeft een pak slaag, 5-6-0, stuur ze zo naar huis. Maar Marokko ook die kleine clubs. Bijvoorbeeld SV, die deed mee in de Arabische Champions League, die staan 11e in de Marokkaanse competitie. Die schakelde Esperance uit. Die Afrikaanse Champions League hadden gewonnen. Ja, dat moet ik... Ik de Champions League kijk dan wel af en toe. Die Marokkaanse ploegen kunnen wel goed voetballen. Alleen zodra ze onderling moeten voetballen in de Botola, dan krijg ik kortsluiting. Ja, en de Afrikaanse Champions League gaat geld een rol spelen. Bijvoorbeeld Ouida, die bakt er nou niks van. Maar straks tegen de Ahli, dan worden ze zeker allemaal... Nou, mooi. Wanneer zijn die wedstrijden gepland, die halffinale wedstrijden? Dat is wel leuk om te volgen. Ook in oktober. Oktober, oké. Okay. Nou, dan gaan we in de gaten houden. Als de competitie afgelopen is, meteen halve finales voor Marokkaanse clubs. Zo, dus dat is
zit je wel meteen in een strijd om de titel en daarna meteen de Champions League. Dat is ja, wel... en dat van Berkane en Agadir wordt in Marokko gehouden en de finale wordt ook in Marokko gespeeld. Van, oké, okay, oh, leuk. Waar dus... is dat bekend waar? Rabat. Zijn, hebben ze supporters trouwens in Marokko? Nee, zonder supporters. Oh, jammer. Okay. Maar ja, Berkane moet dan hoe dan ook deze Afrikaanse Confederations Cup winnen. Want anders gaat Lakhdja een paar maanden isoleren. Want hij is echt een Berkane, ja? Hij is echt zijn clubje. Zijn clubje. En ze hadden vorig jaar al de finale verloren van Zemelik. En ja, ik denk ook dat de finale tegen wie ze moeten is, denk ik ook een Egyptische club, Pyramids. En dat is echt een hele rijke club in Egypte. Okay. Daar speelt Wilfred Canon van ADO Den Haag. Oké, okay, heel leuk. Ja, je hebt ook een aantal Brazilianen, internationals van Egypte. Dus ik denk de finale zal gaan tussen Pyramids of Agadir. Vorig seizoen was het ook gewoon een... Berkane speelde toen ook de finale van die cup. Ja. En dan had je dus in hetzelfde seizoen volgens mij Louis in de finale van de Champions League. Maar allebei de wedstrijden, ja, de scheidsrechter en wat er allemaal gebeurde in die wedstrijden. En dat was bij zowel Berkane het geval, als bij die andere. Want Berkane, dat was een massale vechtpartij na de wedstrijd. En dingen gewoon echt knok. Ik heb de camera zijn snel uit beeld gegaan, snel omgedraaid. Maar je zag gewoon echt raak klappen. Hè? Het was gewoon oorlog daar. Maar die wedstrijd was ook gewoon zo gemanipuleerd. En daar moet Afrika ook een beetje vanaf. Al die finales zijn gemanipuleerd. En daar hebben wij, sinds dat ik Afrikaans voetbal van vroeger al keek, altijd zitten in de finales, gebeuren er dingen die niet kloppen zijn. Wij zijn altijd de lul, maar wij zijn altijd de Sjaak. Ja, klopt. Ik heb wel even 4 jaar gehad dat ik denk van, nou, door die voorzitter en toen die hele... Blatter-gang, zeg maar, in Afrika ook opstapte. Nou, en toen kwam die ene uit Madagaskar of zo, die is... Scheidsrechter, ja. Ja, toen merkte ik wel een verschil in scheidsrechters die ons anders benaderden. Ja. Ja, ik heb ook een keer een scheidsrechter gehad, die kwam uit Madagaskar. Die is uiteindelijk, ik ben zijn naam vergeten, maar die is uiteindelijk geschorst ook. Die dacht tegen Ivorcus of zo, kon ze tegenfluiten. We hebben daar al pech mee gehad, jongen. Ja. Maar ja, Lakhdja zit zelf ook in de kaf, hè? Ja. Daarom. En wij hebben vroeger hebben we altijd gehad dat die Egyptenaren in die kaf zaten. En die, ik weet niet waar die vandaan kwam. Nigeria, volgens mij. Dat was de voorzitter. Nee, met Cameroen. Cameroen, die ene, ja. Wij alles tegengekregen. Gewoon echt alles. Zodra wij uitspeelden, was het gewoon raak. Dan was het een rode kaart hier, penalty daar. Maar dan moet ik wel zeggen dat dat de laatste jaren wel is veranderd. Ja, sinds de Don aan de macht is bij de Marokkaanse bond en in Afrika zit, gaat het en met Marokkaans voetbal goed. En eigenlijk ook met Marokkaanse clubs sinds goed. Dus, En nog één dingetje van voetballers in Eredivisie. Die jongen van Groningen, die Messoer, die speelt bijna niet meer, hè? Ja, vorige week speelde hij wel weer in de basis. Ja, ingevallen, toch? Nee, stond in de basis. Maar die speelde vorig jaar best wel een goed seizoen eigenlijk, moet ik zeggen. Alleen voor Marokkaanse team, nooit meer oproep. Daar is hij echt zwaar door het ijs gezakt. Maar, want ik vond hem een fysiek sterke jongen, hè? Hij komt uit België, toch, Vroos? Ja, hij is een Belg. Ja, hij komt uit België. VVV Venlo heeft ook vandaag een Marokkaanse speler gehaald. Wie? Meshesh, zag ik. Hij speelde in Italië. Die was van Napoli. Die had ze een paar keer verhuurd. Italiaans jongen of wat? Sorry? Italiaans, nee, uit Frankrijk. Oké. Okay. Weet je nog die jongen die uit Nederland die naar Italië ging uiteindelijk en is hij berecht voor een overval? Weet je nog? Wat is daarmee van afgekomen? Ja, die is vrijgesproken. Dat is Ismaël Hmeidet. Was toch een heel Brescia, toch? Ja, klopt. Die speelt nu bij Como of zo. In de vierde. Ja, was een goede speler, man. Doodzonde. Dus die jongen die kwam voor in de quiz met 20 clubs of zo. 20 clubs. Die wordt 20 clubs gespeeld. Ja. Dat was binnenkort weer de quiz, jongens. Nee, dat is die andere jongen. Dat is die Belg die bij PSV zat. Die heeft echt heel veel spelers. Maroufi, nee? Nee, dat is ding. Maroufi. Maroufi, yes! Ja, die ook heel veel clubs. Ja. Noordien. Ja. Wat denk je over de interesse van Sevilla in Idrissi? Ja, ik hoop dat hij daar naartoe gaat. Dat zou een mooie club voor hem zijn. Mooie club. Perfecte club voor hem.
Want ik las bij jullie volgens mij of Wolverhampton, Napoli of... Maar dan, als ik zou kunnen kiezen, dan zou ik zeggen lekker naar Sevilla. Spelen ook echt 4-3-3. Met opkomende backs ook. Eigenlijk een beetje als AZ, vergelijkbaar een beetje met AZ. Ja, Wolverhampton... Ja, ik vind het een beetje een fysieke ploeg. Ja, maar wel een goede team hoor. Goede speler. Ja, wel goed elftal. Ik weet niet of hij daar past. Hij zou het beste bij Sevilla passen. Gewoon technisch mooi voetbal. Dat wil je absoluut. Ik denk dat hij Sousa uit de basis kan spelen. Ja, Sousa speelt vaak op rechts. Met Dingos speelt op links. Ocampos, die is wel goed. Ja, die is geweldig. Ze hebben veel wedstrijden daar. Hè? Ze hebben echt veel wedstrijden. Dus we leren ook veel. Hebben ze niet te veel aanvallers daar bij Sevilla? Of... Ja, ze hebben wel veel aanvallers. Maar het kan, ja. Ja, het is de jongen wegsturen. En spelen met twee spitsen? Ja, ja. Soms twee, soms één. Want ze speelden soms met Suso, Campos en de Jong. Of een serie, Campos en Suso. Het wisselt best wel veel, hoor. In ieder geval, nu merken ze, je ziet bij Sevilla ook heel vaak als die Luc de Jong, die heeft laatst ook weer gescoord. Hè? Dus als hij weer speelt. Idrissi heeft wel de juiste paas hè, in de benen. Hij komt echt met de zijkant. En hun merken nu al van, hey, maar die Luc de Jong, die wint gewoon die kopduels allemaal. En die scoort voor ons met het hoofd. Dat is makkelijk, hè? Dan kun je makkelijk scoren. Zonder echt een aanval uitgespeeld te hebben. Met die twee anderen, Nesseri en Munir, heb je snelheid, dan kun je op de kaart. Ik denk misschien dat hij, als hij Idrissi haalt, dan wil hij denk ik twee soorten elftallen neerzetten voorin. Net zo best kunnen, keer, ja. Ene keer voor de counter met Munir en Nesseri, andere keer... Van tegenstander en ander, ja. Ja, want Lopetegui die roleert heel veel, hè? Ja. Ja. Ja, Monchi heeft die fout gemaakt met Ziyech, dus die haalt nou al die Marokkanen. Ja, tuurlijk, ja. Sukkel. Maar ja, Derksen zei, te veel Marokkanen is ook niet goed in een elftal, hè? Klopt, ja. Voor de douche. Derksen zei ook dat hij nooit meer aan tafel zou zitten met Wilfried Gené. Dus laten we de woorden van Derksen. Ja, maar wij zijn mokro, je zei het. Vergeet dat niet, Kenny. Sowieso. Jongens, mag ik jullie bedanken voor deze fijne uitzending? Ja. Oké, bedankt. Tot de volgende keer. Het zit er weer op. Je ziet hem, de vlag. Sadiku is leuk, hè? Sadiku is echt leuk. Dries, die gaat voor ons strijden. Dat is een echte atlasleeuw. Geloof mij. Die vlag, dit, volkslied, uit zijn borst. En op het veld, of je nou Senegal bent, Congo, maakt hem niet uit. Hij gaat over lijken. Jongens, vergeet de duimpjes niet. Vergeet niet te reageren hieronder. Vergeet vooral niet te abonneren. Deel het zoveel mogelijk. Ik bedank jullie voor deze dag, deze avond. En ik zeg tot de volgende keer. Assalamu alaikum.